上にし、これで死ぬ。Ook die auto uit de serie, die witte autodogon, heb je ook in mod. Ja, inderdaad. Die upgrade die gisteren maakt. Welke auto nu? Gaan we doen totdat Bora komt? Of mag ik even GTA 5 driften? Heb ik even zin in? Ja, we gaan lekker GTA 5 driften. Ik heb een toestemming nodig om dat te doen, volgens mij. Jawel. Oké, hier, toestemming. Dank u wel. Maar je moet het wel met een inverted muis doen. Ah, kankers. Ja, maar ik gezond toch met de controller. Ha. Inverted controller. Je moet het David leeg volgen. Een maand. Maar heeft David echt nog nooit gezegd waarom die inverted speelt? Ja, gewoon, ik ben gewend of zoiets volgens mij. Maar wanneer was hij ooit mee begonnen dan? Of deed hij dat al sinds HAVO? Kijk nog. Kan ik vandaag wel 5M streamen? Nee, what the fuck. Ik doe gewoon even normaal Discord streamen, maar dan heb je geen lag. Of geen, dan loop je niet achter. Ik heb nu OBS, dat werkt best wel goed. Ik heb nu OBS voor YouTube. Ja, inderdaad. In ieder geval, de meeste streamers gebruiken meestal OBS. Ook niet echt performance hit ofzo, dus op zich ook wel sick. Hey, je hebt een Nvidia kaart, toch? Ja. Die kan je via OBS accelereren via een Nvidia kaart. Ja, ik heb een hardware acceleration kans. Maar het is echt like no performance hit, net zoals die. Nee. Daarom. Dat is het stikke. Maar als je CPU gebruikt, heb je in jouw geval als je niet superveel moet uitmaken, heb je best wel sterke CPU. Maar
Maar als je wat minder sterke CPU hebt, maar je wilt nog steeds streamen, zijn die Nvidia video kaarten met welke technologie ze hebben echt fucking ziek. Ja, ik heb echt zero performance hit van streamen gewoon zo. Dus dat is op zich wel nice. Deja vu, I just been in this place before. Welke kerker ga ik nu? Ben je mee aan het kijken of? Oh ja, we kunnen het meekijken. Hier, deze was ik net in die auto toen je aan het kijken was. Oh, die droid. Ja. Boba Fett? Oh ja, nice. Roger. Heb je niet een droidica of zo? Nou, kan waarschijnlijk. Oh, vast wel. Hey, Chewbacca. Droidica is wel echt de coolste droids van normaal. Ik denk het niet. Enderman, sick. Wat? Oh ja, wacht even, ik dacht pas Enderman. nee, hij heeft geen droidica helaas. Ik dacht wel, hij heeft ook 4 limbs. 4 benen, weet je zeg. En 6 limbs. Ja, dat moet op zich niet eens een probleem zijn. We kijken welke nog meer. What the fuck, je hebt Hitler. Is dat niet zo realistisch? Ik ben de Hulk. Hulk is wel vreemd, man. Wat is dat ik wil? Hulk. Dat is wel echt dominant. Oh, je bent die super grote robot. Ja. Dat is niet te doen volgens mij. Ga eens een keer in de auto stappen. Ik kan niet eens lopen, gek. Ja, je loopt net zo snel als normaal. Alleen ja, die... het ziet er heel raar uit. Oh, trouwens, ik kan gewoon auto spannen, dat is ook al moeilijk. Zo in één keer je hele gevoel van snelheid weg als je naar boven bent. To work together. And to your question, firstly, it's not okay for anyone to take advantage of anyone else. Let's be clear about that. Oh, godverdomme. Zie je mij erbij? Oh ja, what the fuck? Maar ik hoop het niet helemaal. Oh, dat is super akkraat, man. Hij rijdt niet eens auto. Hij zegt fuck. Oh, je ziet zijn voet ook bewegen als hij gas geeft. Ja. Niet? Ja. Niet heel volgens mij is het een normale player model, maar gewoon super erg uitgezoomd. Hé, hey, waarom doet Slam FM het niet? Oké, maar ik ga eventjes een andere. Spampets. Edelon. Islamic Marine. Islamic Marine, wat moet ik daarbij voorstellen? Geen idee. Oh. Oh, Jimmy Neutron, let's go. Wat, waar zit hij op emotes? Kun je even slaan? Sla eens. Moet ik dit even wegnemen? Oh, einde. Steek voor die gozer komt op je af, gek. Ja, ik denk wel dat je dan denkt dat je in Nightmare Realm moet terechtkomen. Oh, dit ziet er ook wel zo angstaanjagend uit. Luke, ja. Oh, einde. Kun je vliegen? Dat is wel jammer, als je kunnen vliegen, als Luke echt cool zijn.
mol. Oh yeah. Kut, ik zit Mewtwo, hier. Mewtwo. Hoe doe ik die cancel emote? Cancel. Klote emotes. Ik weet niet hoe die ervoor komen. Ja, Mewtwo, Mewtwo. What the fuck is een armen, man? Door zijn pijn heen. Loop eens, slaap. Oké, dat werkt wel. Wacht, hoe sla ik waar zo? Dat werkt wel, ja. Het ziet wel een beetje eng uit. Omega? Wat is Omega nou weer? Geen idee, het zal wel een van het spel zijn. Oh, kut. Oh, je begint weer met die emo's. Kut, sorry. Oh, quiet, oh, sexy dame. Wat? Is dit een premium of zo? Ik kan deze niet. Ik kan quiet niet zijn. Het zijn best wel veel dingetjes, man. Godnonde hier. Shepherd. Oh, ik dacht dat Commander Shepherd was. Zal ik gewoon Sidious spelen? Ja, ik ga Sidious. Word out, man. Thanks, Johnson. Dark Sidious heeft pech. Oh, even Dark Sidious pech. Oh, fuck. Ken je die comics van Robot Chicken over Dark Sidious? Nee. Dark Sidious in één keer van het cringy karakter Star Wars in één keer naar het meest charismatische karakter van Star Wars. Oh, Palpatine. America in a nutshell. I want to tax those rich people. Laten we beginnen. Ik vind het gewoon gay. Hoe zit een auto uit 1972? Dat is niet leuk. Schrijf deze. Kings of the Road. Ik weet niet of ze allemaal leuk zijn in deze afgelijst. Walkers, and the night is ours. Wat is eigenlijk de knop voor dat menu? Oh, nu. Weet niemand. Dit menu.
Ik heb echt een koude. Ik heb echt bijna geen. Ja, ik heb het wel gewoon. Maar ik heb bijna niet gespeeld. Laat ook die knoppen staan, denk ik. I don't know. Ik wist wel dat ik inderdaad zo'n toetsenbord gebruikt in plaats van een speel. Waar is de echte Fortnite? Wie is er voor? Of San Andreas, and also, even more importantly, for the world. That's the truth. The truth about time on a show that is all of. Both sides like Chanel.
It's really you. Hallo. Hallo. Wie is dit nou weer? Julian's collega. Dit is Dogen. Vriend van mij. Is dit een drift challenge? Ja. Ja, het is gewoon naar modder te zoeken. Ah. Hoe ga ik stoppen? Even een leuke autootje kiezen. Ik ben toch wel echt wel leuk. GTA is echt al zo lang geleden voor mij, joh. Ik deed toen de tijd nog op de PlayStation 2. Ja, dat heb ik ook nog wel. Dat was ook mijn eerste GTA. Mijn eerste was Vice City. Ja, die heb ik ook al gespeeld hoor. Ja, trouwens was het er niet. Was het de stories. En daarna heb ik San Andreas gedaan en dat zijn eigenlijk de enige twee. San Andreas is wel gewoon de beste. Maar ja, daar had je niet, niet zo snel mods, nee. Dus uiteindelijk was het met die GTA's van als je alle missies had gedaan, dan ging je gewoon rondplooien, een tank inspannen, 6 sterren krijgen en zo lang mogelijk overleven. Maar joh, dat deed ik voor mijn hele game lang ook al. Ik heb GTA San Andreas heel laat uitgespeeld. Echt pas, want ik... Ja goed, ik speel dat spel... Ja, weet niet meer wanneer, maar in ieder geval pas echt ergens in de middelbare. Ja, toen had ik hem al heel lang pas uitgespeeld. Oké. Okay. Ik kende iemand zelfs die toen dat ik in de tweede jaar van mijn HBO, nee, eerste jaar van mijn HBO zat, toen nog GTA San Andreas had te spelen met heel veel mods ook. Status versie, maar kijk. Wat voor mods hebben? Ik weet niet wat voor mods, hij had het ook een beetje leek op 5M en dan gewoon San Andreas editie. Je weet toch wel dat die hot coffee mod is toch? Hm? Weet die hot coffee mod die ik ook heb? Nee? Die ken ik niet. Nou ja, dat is echt een heel erg controversiële mod. Want dat was gewoon door de developers zelf gemaakt en was nooit uit de game gehaald. Maar het was gewoon dat je letterlijk gewoon seks kon hebben met een prostituee of zoiets. Een minigame zeg maar. En toen kwamen mensen erachter hoe je dat aan kon zetten en toen was Rockstar, oh shit. En toen hebben ze alle mods zeg maar basically bijna al mogelijk gemaakt. Dus daarom moet je ook de eerste editie versie 1 hebben. Dan heb je echt alle nummers nog en de meeste modding potential. En met elke update halen ze alleen maar meer nummers weg. En ja, is modden niet zo makkelijk. Dat nog voor mij wel. Waarom zou je als je gewoon die versie 1 kan spelen? Dat is gewoon de Steam versie. Deze developer, bouw iets in wat je niet in wilt hebben. Later ja. Als je deployt. Ja, maar ja, soms zelfs een deadline hebben en ze moeten hem toch releasen. Ja, maar het is meer van, iemand heeft moeite en tijd in die functie gestoken.
ja. Ik bedoel, als je niet op een gegeven moment staat, dit zat er niet in de Desmond. Of zo met leeftijd. Nee, wacht, maar het juist had het van de hoogste leeftijdscategorie, of het verkeerd zijn. Ja. Ja, anders zou dat misschien wel rekenen. Die is volgens mij altijd 18 plus geweest. Zelfs al was ik 10 en had ik Vice City. Deze auto terug. Ik niet, maar... Zie je er eens tegen iemand die online zit of gewoon tegen een bot? Oh nee, die heb ik gewoon voor langs. En die gooi zit niet terug te dus. Oh! Okay. Die komt ook heel laat. Gelijk om als voor het banden spoor. Fuck it. Ik heb wat water. Maar het is wel grappig, Julian. Gisteren ging ik dus streamen. Gingen we met z'n drieën. Gingen we echt met die... Je kent toch wel... Ja, je kent toch wel NRCB. Gingen we die auto pakken. Gingen we op deze track en op een paar andere. Gingen we echt met keihard dan die soundtrack ervan. Gingen we driften. Dus ik heb die stream nog wel. Welke die soundtrack die jullie net in de chat hadden gegooid? Ja, of die, andere. Gewoon een playlist van al die... Ja. Ja, ik ken Initial D wel. Als je mijn comments zag net, dan... Ja, waarom? Ik dacht al dat ze het doen. Ja. Oh. Wacht, kijk je mijn stream nu? Ja. Oké, ik pak hem er wel even bij. Voor mij zit hem. Oh nee. Dit. Nee? Huh? Jawel, het is wel net van andere. Ja. Even de dingen zo. Dit zo. Ja, je had er allemaal dingen op. Geen geluid. Ja. Dus gingen we zo, gingen Ja. Veranderen hiermee nou eigenlijk alleen de visuals of ook nog de hitbox en zo? Ook de hitbox denk ik. Maar ik weet niet precies. Want het is natuurlijk de vraag of dit... Ja, dat is echt custom vehicles. Het zijn geen replays. Ja. Oh, oké. Okay. Het is ook gewoon een server, weet je wel. Die mensen stoppen daar gewoon echt heel veel tijd in van alles. Er zitten echt 500 vehicles of zo. Oké. Okay. Nou ja, vehicles zijn natuurlijk het belangrijkste in GTA, hè? Met Dark Cities. Ja. Oh, kan je niet meer in de auto? Oh, ja. Ik moet laten zien hoe die robot eruit te benen. Oh ja, dat is wel grappig. Je bedoelt gewoon die van de prequels? Oh, ik dacht meer aan die hele grote. Oh, ja, die kan ook wel. Hoe heet die? Oh ja. Vooruit. Oh nee, dat is Iron. Nee, sorry, het is Iron Giant. Sorry. Oh, wat de hel. Oh, hij heeft mijn auto. Oh, ik wil net in de auto stappen, want dan kan je hem nog wat beter zien. Kan je niet gewoon een nieuwe auto spawnen? Jawel. Oh. Nee, wat? Waarom is hij weer een andere auto gepakken? Dr. A. Dus ik weet niet eens, maar die andere was het beter. Ja, komt dus 2 muren aan de zijkant. Ik zie niks. Dit is wel leuk, servertje. Maar deze robot vind ik ook wel leuk. Hoe heet die ook weer, die robot? Oh, CVP op jou. Cool. Kijk dit dan. Kijk hoe in zijn auto zit. Ja. Oké, dit is een nieuwe character. Oh, wat een dom spel.
Holy shit, dit ding krijg je aan. Die bomen die zagen er wel echt layered uit net, zeg. Ja, alleen, wat het ding is, hier begint de map, maar eindigt niet waar die begint. Dus hebben we gewoon een brug gemaakt. Zeg naar het begin te komen. Oh. Anders eindigt die gewoon heel erg. Het is volgens mij gewoon een map uit de initial D. Een race uit de initial D. Denk ik. Ik heb de initial D zelf niet gezien. Nee, ik ook niet. Ik meen, het was zo'n meme op een bepaalde tijd, dat. Nog steeds niet. Ja, nee, dat is waar, maar... Echt op, ik was een keertje op een hardbase feestje, die ik heel erg mis. Die is er nog niet. Maar daar gingen ze dan een remixed versie van Running in the 90s. Dat was echt, een beetje Russian hardbase, dat was een beetje onverwacht, maar dat was echt een gigantische fusie. Heb ik een keertje die Wii, als je een nieuwe Mii maakt, was ook een remix van een keer. Maar die kan ik ook niet terugvinden. Dat zijn allemaal van die exclusive nummers, die ze alleen voor live sets hebben, en niet gereleased hebben. It exists now only in memory. Mm-hmm. Waarom was hij eigenlijk gestopt? Ja, ik denk gewoon vanwege te veel drugs gebruik en zo. Maar dat weet ik niet. Door Matthijs. Ja, dat valt Matthijs nog mee, denk ik. Als je vergelijkt met... Ik heb wel gehoord, want wij kennen iemand die daar werkte achter de bar, zeg maar, of werkt achter de bar, bij Paard. En die dat er wel over, zeg maar, weet je, dat feestje eindigt dan om zo'n 5-6 uur of zo. En dat dan de volgende ochtend er gewoon kinderen aan het optreden zijn of zo. Ja. Weet je al, bijvoorbeeld kant de vloer overal en weet ik wat allemaal. Ik snap wat, het wel. Ja goed, het is gewoon een Russisch hardbase feestje. Ik bedoel meer van wat fuck, dit seems... niet zo slim plan. Nee, maar goed, dus ik weet ook niet wat echt de reden is. Hoor. Want daarna hebben ze wel weer een filmpje uitgebracht van de organizers en van degene die ermee begonnen is. De organizer was echt super blij mee, maar die zegt gewoon... Ja, ik weet niet. In ieder geval de organizer wilde sowieso ook wat anders doen ofzo. Daar was ik gewoon klaar mee. Hoe lang hebben ze het gedaan? Maar ik heb het allerlaatste feestje op die vrienden van die owner, heb ik, of van die organizer, die originele, ook gesproken. En die zouden het gewoon... Als ze die naam van hem mochten gebruiken, Molotov, zouden ze gewoon weer verder gaan. En anders zouden ze een eigen beginnen, met naam Speed Molotov of zo. En hebben ze het eigenlijk gedaan? Ja, geen idee, nu is corona aan de hand. Het laatste feestje was niet heel lang geleden. Het was deze winter. En normaal waren ze ook maar één keer per half jaar. Oh, waarom deze stijl? Daar was je net ook al tegenaan geknald. Ja, maar het is ook echt een hele nare, want je ziet hem nu. Het is echt heel erg stuk. Heb je ook geen... Je hebt links zonder een kaart, maar die laat niet de weg zien. Wat is dat nou weer voor onzin? Ja, want een custom map is verschijnt. Want uiteindelijk zitten we nu gewoon... Ja, dat kan je misschien zo wel zien. Zitten we eigenlijk gewoon te zweven midden in de lucht, ergens boven Los Santos. Hmm. Ik wil even heel, die bocht echt heel hard doen, maar zo goed ben ik nog niet. Oké, waar kan je nog meer heen? Teleporten. Waar zit dat nou? Vehicle options. Oh ja.
kleinste server nog meer allemaal. Gewoon keihard moeten raken, joh. Ja, ik had van de mensen. Oh, serieus? Ja. Wow. Ik merk hier wel een gigantische reuse van assets. Ja, en de zwevende die, bomen en zo. Ja, die bomen, man, wat de hel. Ze zweven ook gewoon. Oh nee, ze zweven niet. Ja, dat is gewoon een economisch boom. Het is gewoon één boom. Alleen dan gecopy-paste overal. Ja, en natuurlijk de muren ook natuurlijk één ding. Ik vraag me inderdaad af wat de fuck aan die bomen die eigenlijk geen stand hebben. Ja, sommige zweven, ja. Oh ja, ik had wel gedaan. Ja, sommige zweven niet, maar de bladeren zijn dan wel weer hetzelfde als de rest. Ja, de reuse en de reuse is niet helemaal. Ja. Zo van een glitch, man. Ja. Wacht, ik zie even. Share ik mijn screen, ja toch? Ik, ja. Wacht, Belen, gebruik je Windows? Nee, ik gebruik Linux. Heb je eigen ras verraden? Kijk, oh jee. Belen. Oh ja, misschien moet ik even kijken naar de nieuwe. Internet of de nieuwe Mom. Edge. Wat zeg je? Hè? Heel te rip. Hier moet je hier kijken, zeg wel mooie drift filmpjes. Okay, oh ja, ik heb die nieuwe Edge nog niet hier. Hoe installeer ik hem ook weer? Ik weet niet, bij op mijn laptop stond het onderaan, maar hier zie ik het niet staan als ik. Nee, ik zie het ook niet. Terwijl ik op een nieuwere versie zit dan waarschijnlijk iedereen, want ik zit echt op 2020 of 20H1 al. Volgens mij had ik gisteren nog een update. Hier, kijk, het op 2004. Die is nog niet eens uit. Even kijken hoor. Dus misschien is het zo'n rollout die niet... Iedereen oh wacht, er is een update available vandaag. Ik zit nu op 1909. Ja, maar ik zit op 2004. Dat is weer een versie daarna. Dus ik denk niet dat het per se daaraan ligt, want ik heb hem nog niet. Nee. Ik denk dat ze hem gewoon langzaam uitrollen in plaats van één keer. Ja, waarschijnlijk. Misschien de reden waarom die server van vandaag hem ook al had. Mhm. Oh, hij heeft ook iets Oké, maar dat was... Ik gebruik Edge eigenlijk voor bijna niks, dus... Ik gebruik het helemaal niet, eigenlijk. Oh. Maar goed. Ja. Je bespreekt hem zelf niet. Nieuw spul is uitgewezen altijd leuk. De hoofdjuist is voor acties PDF's uitlezen, dus ik een dedicated PDF hier moet doen. Ja, dat doe je ook met Chrome, hè? Kan je het ook met Chrome doen? Oh. Ja, je kan PDF's met Chrome lezen. Oh, dat is helemaal niet. Bij mij staat er gewoon 10 schots als mogelijk Edge. Zie die video zo goed in driften, man.
de... Oh, je hebt je combo nog. Oh, tegen. Oh. Oh. Nou, dit is wel satisfying om te doen, man. Gewoon driften. Shit. In de base game was ik altijd heel erg teleurgesteld in hoe weinig drift potential erin zit. Ze hebben gewoon zo'n auto vastgelijnd aan weg van Kenmax. Dit is wel weer een beetje overdreven, maar... Het is echt zo leuk. Nee, je komt wel. Oh, mijn score. Ik weet niet precies wat de regels daarvoor zijn. Volgens mij gewoon na een paar seconden of zo, dan verlies je je combo. Ja, waarschijnlijk ook een hele echte lucht, maar dat kan ook niet kwijt zijn. Je bent hem nu al kwijt. Zeg ik wel, dat is wel heel snel. Maar ik snap niet hoe er geen classic Mustang in zit. Ik wil een classic Ford Mustang. Ja? Oh, dit is... Add-on vehicles, missile... Ik ben heel eventjes weg hoor. Ik hoorde net dat we aardbeien als stoetje hadden. Eet smakelijk.
Hallo. Dat is nummer 4 man. Welk spel gaan we spelen? Ja, ook kort. Hé, dat is een bijtje hier. Ja, hij is even arbeid. Ja, ik ben er weer. Hey. Hey, heb je open? Oh! Wat dus heb ik? Overwatch. Overwatch. Oh, nee. Die heb ik niet. Oh, wacht, ik wil eigenlijk een goede streak wezen. 300.000 punten. Oh, dat is 300.000 punten. Toch? Ja. Ja, ik heb het weer. Oh, shit. Oh! Kom ik niet verpesten. Oh, nee! Oh, hij gaat nog door! Wat? Nee, invisible. Hé, hey, kijk, dat is die boom waar we geen stam van zien. Oh, hij bestaat wel, maar... ja. Shit, ik had zo'n lekkere drift. Overwatch. Volgens mij is ook best wel lekker. Nee, ah, ik heb missen. Ik heb missen Overwatch. Als we ooit veranderen gaan doen, moeten we echt een tijdje lang veranderen doen, want ik ken letterlijk nul combo's. Zo kan je toch makkelijk je highscore cheesen? Je kan het proberen. Nee, maar dat is toch niet leuk, Belind? Nee, is het leuk. Nee, maar ik bedoel, dat kan me wel voorstellen dat die topscore dit zo heeft gehaald. Ja. Een hele dag lang dat doen, weet je wel. Ik zit nu al op 100k. Wacht, geen niet van een bot dan inderdaad mensen die dit kan doen dan? Je direct waarschijnlijk ook hetzelfde knopje zien. Ik heb snap gezet. Als je het perfect berekent, die error, dan is het wel. Maar dit is ook makkelijk. Je hoeft niet eens te berekenen, man. Je kan van een bot toch? Van, je hebt gewoon van die bot die gewoon naar je klik af. Kijken. En van, oh, dit zijn alleen instructies die je hebt gegeven, en dan doen ze het gewoon in een loopje. Ja, waarschijnlijk. Want daar is het van. Oh, waar? Waarom vindt... Nee, hij is weg. Ah, oh, oh. Ja, deze heeft net te weinig power daarvoor. Even een leuke auto uitkiezen. Oh, deze is ook wel vet. Ik denk dat deze toch wel up to the task is. Is het nog meer blauw? Subaru. Super cool. Hé, hey, deze auto heb ik nog gezien. Oh. Goed, maar ook. Maar, ik ga wel af. Nou, van de kerel die zijn gamertag bijtje heeft. Wat is je naam? Julian. Julian. Heb je andere games wel toevallig? Ligt eraan. Ik heb er eigenlijk bizar weinig. Kan je eens dan? Ja, ik ben iemand die meestal gewoon veel te veel tijd in één game besteedt en dan niet zoveel. Wat je highscore flappen wil. Ja, nee. Nick die was no life met Counter-Strike, toen had hij flappen wordt opgepakt en dan ging hij om 4 uur 's nachts een zieke highscore halen. Weet je nog? Of had je dat niet meegekregen door? Hij stuurde gewoon een keertje echt een screenshot van echt een video snap, dat het UFC gewoon die highscore heeft gehaald. Echt. Ik wil die CS dood meer dan 10.000 uur had, maar ik weet het niet. 10.000 uur? Op zijn minst. Ja, nu komt ze RuneScape stats. Ja. Oh, wacht, 10.000, dat is wel pittig veel, ja. Dat is echt jaren aan werken, echt jaren. Ja.
Gewoon iemand, vanaf iemands jeugd, weet je wel, wanneer je nog fucking veel vrije tijd had. Ja, ik heb meer dan 1100 dagen erin zitten. In wat? In RuneScape? Ja. Oh mijn god. Hoeveel uur zal dat ooit zijn? Dat is 2500 plus, dus... of sorry, 25.000, dus... Maar dat ook, dat de uren in je RuneScape zelf of met de bot? Nee, voornamelijk zelf. Oh mijn god. Dat zijn al jaren in RuneScape, holy shit. Ja, ik stond ook op bepaalde momenten in skills nummer 1 of ik... Wacht, ben je niet de gast die Shizuma of zo? Nee, helaas niet. Alleen nu sta ik niet meer zo hoog, want ze hebben een maand geleden een nieuwe skill uitgebracht en ik heb nu al een half jaar niet meer gespeeld. Oké. Alleen voordat die skill uit was, stond ik ergens rank 400 op de highscores of zo. Dus... Nee. Dat was wel toch... Ja, ik weet niet, heb je het over oldschool RuneScape of RS3? Nee, RS3. Ik heb ook wel, toen oldschool uitkwam, heb ik het gedaan. Alleen, dat was volgens mij na 3 maanden was ik dat alweer zat. Hmm. Dat was wel die tijd dat ze nog geen updates uitbrachten voor oldschool, dus op zich. Ja, ik had wel gehoord dat bij RS3, of toen op stage, dat ik ook zo'n jongen die het speelde. En die zei iets van dat 2 skills of zo, 20 levels erbij kreeg, boven de 9. Ja, klopt, er zijn een aantal skills met level 120, ja. Ik sta trouwens boven Sejima, hoor. Ja? Ja, ik sta toevallig nog op dezelfde pagina. Die gasten, die... Het is echt op de heel lang vis toe weg. Ja, klopt. 12 keer terug speelde of zo, stond hij te veel op nummer 1. Kijk, kan ik... Hij is de originele old school RuneScape nummer 1. Ja. Maar... Het dat iemand internet famous kan worden door fucking RuneScape. Kijk, hoe ga ik nou deze stream uit zodat ik weer de chat kan zien? Ja, dat vind ik ook wel verwarrend. Ja, die is gewoon op zwet klikken. Er staat een bord zien, moet je van de klikken. Het is een rood logo aan onderaan. Kijken. Oh, gewoon een... Wacht, nee, maar dan zie ik nog steeds de chat in plaats van... Ja, dan moet je op zwek klikken en ik zo vind. Die hashtag zwek. Kijk, hashtags. Boven general. Boven orthodox. Okay. Want ik zie op generals, daar zie ik niks staan hoor. Maar ik heb een andere methode, wacht. dat is veel makkelijker. Ja, in ieder geval, ja, ik sta er nu een aantal boven. Dus die 5.4 deel XP is nog voor de nieuwe skill, dus daarom sta ik nu op zo'n lage rang. Maar, ga ik binnenkort tijdens zo'n vakantie even inhalen? Nee, ja, ik weet niet. Ik had uiteindelijk alles gehaald wat ik wilde. En ja, sindsdien heb ik er eigenlijk gewoon geen zin meer in. Had je de cape der cape? De... Ja, ja. Op meer dan 1 account, laten we het zo zeggen. Ik heb de trimmed completionist ook op mijn hardcore Ironman toen de tijd gehaald. Wat? Het is nu geen hardcore Ironman meer hoor. Ik ben uiteindelijk dood gegaan omdat ik YOLO PVM ging doen, maar... Dat is PVM. Ja, monster. Maar ja, ongeveer dat, ja. Misschien klinkt het cooler. Zo heet het in TF2. Mijn vriend. Okay. Kom nog op mijn oh, ja, cool, ik ben echt van het driften, man. Dat is echt wel heel leuk. Nee, maar ja, ik heb veel te veel tijd in dat spel gegooid. Alleen nu ben ik er van af en... Het is nog steeds wel insane, man. Die gast was dan aan het meme dat hij ooit een completion escape ooit zou gaan krijgen. Maar, ja. Weet je, het is een Iron Man. Nou ja, je hebt completion escape en je hebt trimmed completion escape. Dat is nog erger. Oh, wat moet je dan doen om de trimmed versie te krijgen dan? Ja, dan moet je een hele hoop minigames zooi doen. Eentje waar je echt al volgens mij, wat is het? Misschien meer dan 200 uur in moet steken of zo.
gewoon aan één minigame, dus ja. Ik noem het zich natuurlijk geen fucking minigame, holy shit. Maar ik heb nog wel een vraag dan. Ik vroeg het ook aan hem al, maar ik vraag het ook aan jou. Waarom zou je zoveel tijd nog besteden? Is het zo van een soort van status symbool dat je in een goede Discord server kan zeggen: ik ben Beast the Beast? Daarom nee. Ben je ook nu. Even zijn oude glorie even laten zien. Kijk. Nee, dus in eerste instantie vond ik het gewoon super leuk om het te spelen. En uiteindelijk late game zeker het PvM aspect tegen bossers vechten was wel leuk. Alleen dus de reden waarom ik stopte, het begon gewoon te grindy te worden. En dan zou je kunnen zeggen, was die hele weg al niet grindy, maar een groot gedeelte van de skills in RuneScape kon je gewoon een soort van semi-AFK doen. Dus ik heb in die tijd dat ik veel RuneScape speelde, heb ik eigenlijk ook gigantisch veel series zitten kijken. Ja. Om het gewoon minder boring te maken. Maar ja, je haalde dus alsnog inderdaad. Ik noem het gewoon eigen. Kijk ook gewoon de hele dag Netflix thuis, dus ik ook niet zoveel. Ja, en dit kon je dan. Ja, in de tussentijd doen, laten we het zo zeggen. Ja, inderdaad. Maar broer, heb je niet RuneScape 3 al een beetje gespeeld of niet? Eén keer gezien. Ik vond de RuneScape echt een fucking sidespel. Ik heb het echt gespeeld toen iedereen ze ook op basisschool speelde. En toen vond ik echt van, toen heb ik het eventjes gespeeld toen iedereen speelde, maar ik vond het nooit zo'n interessant spel. Ik heb één keer gespeeld bij RuneScape 3. Ik zag, nieuwe graphics, en toen sloot ik daarna af. Wat ik ook gehoord van die gast van die RS3 speelde zo net. Je hebt toch nu dat alles veel meer geautomatiseerd is toch in RuneScape? Bijvoorbeeld je mining is bijvoorbeeld heel makkelijk geworden of zo? Ja, dat klopt. Het is een stuk makkelijker geworden. Het is niet meer één steen klikken en dan naar de volgende gaan. Boera, heb je al een stopping feitje opgestuurd? Oké, ik ga nu stoppen. Ik ben echt. Te veel aan het driften. Zal ik ook streamen op YouTube? Ja, waarom niet? Kijk, hoe werkt dit nou? Oh zo. Nee, maar het in ieder geval wat het erop lijkt bij RuneScape is alsof ze nu alles juist expres grindier maken, omdat ze merken dat te veel mensen max XP beginnen te halen. Dus ze moeten die mensen blijven houden. Dus ze maken het nog grindier. Nou, dat is eigenlijk wel jammer, man. En zeker sinds ik ben begonnen met werken is mijn vrije tijd wel afgenomen, vooral door het reizen. Ja man, dat katwerk. En ik weet niet, ik kon het ook niet upkeepen, die grind, om nog steeds max alles te houden op twee accounts. Dus dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik er een beetje mee gestopt ben. Wat doe je nu dan in plaats van RuneScape dan? Een beetje Minecraft modden, een beetje Rocket League spelen, af en toe nog wat Factorio. Ben op Blinds team? Nog steeds series kijken, dat ook wel, maar. Maar dat heb je uitgestuurd. Oké. Okay. Wat voor series kijk je dan allemaal? Vooral anime. Oh, beep. Nee, wat is je favoriete? Als je. Ken je Legend of the Galactic Heroes? Nee, ik zal hem wel even opzoeken. Dat is de enige goeie die je moet kijken. Ik vond, zelfs ik als niet-team zijnde, vond ik wel goed. Als je misschien een keer in Japans naam, Ginga no Eiyu Densetsu of zo. Ik ga even een biertje pakken, jongens. Ghost in the Shell, die gekeken? Ja. Ook de series? Ik meestal kijk ik de films niet. Meestal kijk ik gewoon de. Ja, oké, want de films zijn trash van Ghost in the Shell, de series fucking goed. Yeah. Oh, dat is echt al een gigantisch oude anime, man. Ja, klopt. Geen wonder dat ik hem niet meer ga kijken. Maar welke is ook fucking leuk. Ik had. Hoe heet die box anime? Ippo. Hajime no Ippo was fucking leuk. Vol met de Alchemist was super leuk. Heb je die Bakemonogatari-series gekeken?
Godsamme, ja, er zijn er zoveel van geweest, hè? Ja, ik heb de laatste nog niet gezien, volgens mij. Ik ben echt gestopt met kijken, iets met weer terug ik, of zo. Ik vond het wel mooi, omdat die anime, daar hadden ze zoveel tekst. En ik wilde gewoon bijna elke seconde wilde ik eventjes stoppen om te kijken. Ja, maar dan moet je dit doen, dan kan je de serie niet. Ik heb Gintama echt al, denk... zes, zeven jaar niet meer gekeken, maar volgens mij hebben ze ook niet heel veel meer uitgebracht. Jawel, ze hebben nog best wel nieuw seizoen erbij. Ah, nee, de wacht. Initial D. Even kijken, Gintama episodes. Het is wel fucking veel nieuw shit erbij uitgebracht. Ja, ik pak heel veel koffie. Oké. Kijk, ja. In de laatste zeven... Oké, ja. Kijk, ze hebben... 4 seizoenen uitgebracht. Even kijken. Dat is wel toch? Even kijken. Dat is in totaal maar 50 episodes. En al die tijd ervoor die ik wel heb gezien is... Ja, dat was veel minder. 320 of zo. Dus er zijn nu 50 episodes bij op de 320 die ik toen de tijd had gekeken. Ja, maar 50 is nog best wel toch? Ja, op zich. De meeste anime's zijn er maar 12 episodes nu. Ja, dat klopt. Dat is ook nog wel leuk. Oh ja, ik heb Jojo. Jojo, ja. Jojo ben ik nu aan het lezen. Ik was bij part 7. Ja? Lees jij? Ja. Dat was nerdy. Doe eens even koffie halen. The Witcher aan het lezen. Mag niet zo. Heb je Initial D gekeken? Niet gekeken, maar ik... Dat is fucking grappig. ik ken hem wel, laten we het zo zeggen. Ja, je had al gecomment op... vanmiddag. Ja, maar daar hoef ik niet Initial D voor gekeken te hebben. Hè? Ik heb het ook niet gezien. Ik bedoel, Initial D is volgens mij wel vrij bekend vanwege de memes ook. Dat... Ja. Ik heb echt alleen Attack on Titan gezien. Oh, dat is fucking heel leuk. Oh ja, Mushishi, die is ook fucking goed. Oh, ik heb nu helemaal nostalgie. Mushishi, die heb ik ook gekeken, ja. Die was fucking goed. Dat is nog meer. Ik kijk nu door mijn anime list. Ik ben heel lang geleden dat ik het aangemaakt. Oké. Heb je dat ook? Nee, ik heb geen My Anime List. Mijn vrienden die zitten met de porren om het een keertje aan te maken. Omdat ze nu niet weten wat ik allemaal heb gezien. Ja, maar dan kan je vergelijken met andere mensen. Dan kun je zeggen, you can shit this. Dat is echt de enige reden eigenlijk. Ja. Maar had je Death Note, dat was best wel leuk. Mm-hmm. NHK Nyokos, what the fuck is dat dan? Ik heb het een hoge score. Ja, weet je waarvan mijn Discord plaatje is? Oh, dat is Code Geass, toch? Ja, ja. Er komt een nieuwe seizoen van, toch? Had ik gehoord? Ze hebben eigenlijk Code Geass gereleased. Heb ik overigens niet gekeken. Oh, ja, dat het is bijna hetzelfde. Alleen één persoon leeft nog die eigenlijk in de originele dood is gegaan. En nu willen ze een seizoen 3 daarop voort laten bouwen. Ja. Yeah. Is dat hello. Een live? Oké. Okay. Okay, let's go. Ik weet alleen niet of seizoen 3 inmiddels al uitgebracht is hoor. Ik heb ook geen idee. Running in the 90s. Maar nu is de belangrijkste vraag. Hebben jullie Afro Samurai gezien? Eén episode. Wacht, dat zijn toch alleen maar 2 films of ik weer iets gemist? Ook een vraag stellen en dan zelf niet up-to-date zijn. Die heb ik niet gekeken. Daarom, het was een paar losstaande episodes. Ja. Ook een Galusio. Oh shit, dan gaat hij er nog. Oh, oké. Okay. Nee. Ja, ja. Nee, Dogen. Nee, helaas. Nee, was ja, helaas. Ja, gezegd man. Wat was je net zen of zo? Ja, ik wil echt zen worden. Ik leek me echt handig, hè. Ja, toe. Okay, let's go. Een seconde.
Bubbel? Kom eraan. Bubbel. Ik heb wel opgegooid. Oh. Ik heb hele dood. Ik ga een beetje dood. Ik ben dood. Ja, beter ga je iets anders dan Senata doen. Oh ja, ik kan er wel aan. Gapatis misschien? Oh, ik kan de meest... Ah, je kan... De sterkste hier van allemaal. Er is maar één ding die iedereen kan carryen. Ja, Moira. Ja, Moira is een goede pick inderdaad. Moira is altijd een goede pick. Ik heb schildje. Oké, jij hebt een schild? Spring erin. Ja, maar ik kan niet springen. Waar? Ja, ik kan wel springen, maar zeg maar, er valt zeg maar niks om op te springen. Ik heb nu al schildpunt. Oh fuck, ik kan die hier in Delta zijn. Waarom? Ik moet andere DPS gaan, ik moet andere tank. Ga maar anders gewoon Sigma of Rein ofzo. Ze zijn tanky ofzo? Ja, het probleem was zeg maar hun support zit te ver achter en te goed verdedigd. Kom er niet bij zoals die smissen. Helemaal niet. Een ding is overextended, die zit je aan te vallen. Hoe is het weer met die Ja, maar het team is zo scattered, ik kan er niks tegen doen. Ja, dat klopt zeker. Ah, ik wil hier nog schild geven. Oh, nu nog gewoon wild. Iedereen gaat telkens één voor één in. Ik ken deze map in. Wacht wat? Deze map hebben we fucking veel gespeeld, man. Ja, gast. Deze map? Nu zit je gewoon te lullen, man. Ja, dat is ook niet. Ja, ik ken de map niet. Ik speel deze map voor de eerste keer letterlijk. Wat de fuck doe jij? Zeker niet. Je moet echt gewoon je indruk te maken voor onze nieuwe Discord gasten. Wat? Ik ben maar een clipje dat deze map ooit heb gespeeld. Ik heb deze map nog nooit gespeeld aan. Ja, waarschijnlijk de laatste stream letterlijk nog. Echt mooi. Ik zal er even oh. Ja, ik. Oh, ik ga dood. Ik ga trouwens denk ik even naar een andere call. Om Rocket League te doen. Yo. Hard gerekt. Ik heb wel 3 goud hoor. Wees dat. Dat is zo moet ik gaan. Rein, Sigma, waar zou ik gaan? Sigma, kan wel. Ik denk niet dat jij nu dat jij gewoon een slechte pick hebt. Voor mij is Rein gewoon goed, toch? Alleen het team moet een beetje bij ons blijven. Ja. Thanks. Ja, ik ga ook even switchen van hier weer dan. Deze map heb je ook nog nooit gespeeld, zeker? Ja, dat heb ik ook nog gespeeld. Echt bullshit, echt. Zometeen door Balium streams heen, want daar zit jij sowieso ook in. Ja, is goed hoor, laat mij maar zien. Ik heb deze map nog nooit gespeeld hoor. Jezus man, dan heb je overigens letterlijk 3 jaar lang niet gespeeld. Ja, dus ik heb de paar niet gespeeld, er komt het wel meer, ja. Oprecht, ik ken deze map niet. Wat is deze map? Korea? Ja, dat is Zuid-Korea volgens mij. Oké, ik ken deze map niet, oprecht. Hij herinnert me een beetje aan Lee Jong Tower, maar dat is hem niet. Nee, ja, Lee Jong Tower. Bubbel! Nee, ik heb al gehoord. Godverdomme. Ik heb vlak voor het erin, lekker. Dat is een goede switch token. Wat? Hij was de hele tijd al begrepen. Ja. Nee? Oh. Nee, hij was eerst Moira. Ik was eerst Moira, maar ik ben na hem. Maar hij was al heel vroeg. Vanaf het begin van dit potje ben ik... Ja. Daar heb ik het nog over. Want nee, vorige ronde is ook al begrepen. Nee, hij was eerst Senjaat en daarna was hij Moira. Ja. Ik wou eerst begrip gaan, maar dat had ik alleen niet gedaan. Want ik klik mis handen. Maar ik dacht niet omdat jij waarin... Ja, oké, dan. Jullie hebben echt slecht geheugen, man. Oh shit. Ik ga nu ons hebben weten te schamen. Er zijn 2 snipers daar, dat zijn gans. Ik had ze altijd bijna dood. Ja, toen ik eventjes naar Rein switch en dan heb je een big hit. Hoe was dat een triple kill? Big hit hier.
Nee, je zei het in Nederlands in all-chat, hè? Oh. Ja, hier. Brigit, Brigit hier, hier. Ja, hier. Moet ik het anders zeggen? Ja, dat was Nederlands. Nederlands. Come back, don't go. Oh! Come back, come to the point. Vlug toch, hè? Ja, ik word echt op. Fuck. Come on, Dev's man. One, watch out. Even haar, staan als kan. I am not a good loser. Ja, geen volken bij Bubble. Dus ik ben niet op de point. Bubble. Ik ben niet op de point. Ik wacht hier wel. Ja, zo ligt geen twee snipers. Group up, group up. Don't go, Zarya, wait. Bro, I'm walking backwards. Oh, ik heb het verkeerd. So don't go, ik loop letterlijk naar achter. Waarom blijft het team blijft totaal niet bij de tanks? Nou, onze riep is een beetje verriet. Ja, ah, sorry. Oké, okay, terug. Kunnen ze het counter pushen? Wat doet die ja. Ooit van de Gita? Wat is onze riep nu? Wat is even serieus? Ah, oh, kut, sorry. Wat die dingen is, dat die ult gebubbeld. Oh, fuck! Weet je wees het. Gooi al mijn ult space. Yo. We hebben wel voor de ult eer. Ik snap niet wat die Reaper doet, oprecht niet. Dat begrijp ik. Oké, maar we hebben nu echt allemaal ults, hè? Iedereen heeft ult. Oh, de Reaper heeft net ult gehad, dat mag niet. Inderdaad. We kunnen gewoon pushen. Ja, zonder Reaper. Let's combine ult. Ja. Let's go right. Let's try right. Ik ga naar rechts toe, man. Het is daar in het midden, dus ik ga naar rechts toe. Ze hebben zichzelf laten flinken. Ja, oké. Okay. Easy. Ze staan echt niet op de kaart. Oh, waar de fuck zijn ze allemaal? Hoe hield die bitch zo snel? Heeft die Reaper iets gedaan in het potje? Ja. Dat ook nog. Misschien ging hij wel een beetje goed. En daarna was het een beetje uitgevonden. En dan was het dan van de baan. Of de Zarya's. Nice, ja, dank je. We hebben in ieder geval wat, jongens. Wacht. Die Reaper is nog echt niet te fiets. Alsof we met 500 spelen. We willen gewoon lekker reapen. Reaping death. Van Metallica zat een nummertje. Goed kutte pas, heel brrrr. Nice. Wat? Tinder is fucking grappig nu, hè? Dat is een Tinder paswoord, dat je zeg maar met iedereen kan matchen over de hele wereld. Ik praat met fucking Valentino's nu, Latina is fucking grappig. Waarom doe je het gewoon in Turkije? Daar krijg je fucking van mij. Ja, en daar meer. Maar ik doe blijkbaar alleen beter dan Latina's. Zo te stroos doen, hoor. Hey, dat ben je nog zit, hè? Wat aan is Latijn, dus goed met. Latijn? Ja, dus Invictus Noctum. Kan dat, easy, punt innemen. Kan dat, kan dat heel.
Kut. Come back. Nu moet ik hier. Dit is helemaal in daar, pas op. De left. Waar wordt. Oh! Ja, waar komt die meiwol vandaan? Holy shit. Ja, die zat net in mijn. Lief zeg. Echt lucky dat ik hem gewoon. Wait, come back. Lekker, Bora. Ik wilde nog een ult gooien, maar dat is niet eens nodig. Ja, dat is het. Oh, die Reaper. Die Reaper is echt retard. Oh, ik heb 5 seconden schild. Oh, what? Kidding me? Ik heb geen partner te drie. Yo, die gozer met die nanofoest. Die Zarya is echt super charged, dus ja, die monster die. Wat? Ja, die had. Die had nee, maar, die bubbeltjes van. Die bommetjes van die bitch. Die gaan door mijn Reinhardt schild heen. Van die vliegende. Echt? Ja, die gaan door mijn Reinhardt schild heen. Dat is wat raar. Hey, oh, je bent alleen. Ik ben dood. Hij is wel een ult geweest. Iran is die Nederlandse Reaper is echt big brain, man. Die ging onze eigen Anna beschieten. Dat is echt 8 DTS, dat is ook een, echt wat 40 DTS van de mensen die het niet kennen. Reaper onze Reaper heeft echt heel lang niks gedaan. Ah, is sowieso nog gelukkig. Kom toe dan, kom toe dan. We kunnen niet gaan doorlopen dan. Kom toe dan, kom toe dan. Ik had er ook helemaal eens voor op in rushen. Oh nee, dat is toch een echte shield hier. Nope, nee, wat is het? Nee. Oh, waar word ik door gedelete? Ik word echt, ja, ik word gewoon teringhard gedelete door mee, in combinatie van mee en zo, ja. Oké, okay, nou maar, ik ga niet over wat again. My ultimate is ready. Kom. Ik heb mijn ult zo, dus kunnen daarmee hard pushen als een team. Wait. We're about. Dude, die grootste is elke big brain. Die ziet iedereen stil staan. Wait. Wordt hij nog full charge? Ik heb ult. Ben ik weer nog ult? Ik heb geen ult. Ik heb geen ult. Heel hard. Gooi hem. Alsjeblieft. Oh, ik ben gefrozen aan mijn fucking ult door kanker mij. Are you fucking kidding me? Hey! Ik had toch gewoon op iemand anders gegooid. Dat was blijkbaar nooit afgegaan. Ja, dat is GG, jongens. Ja, GG. Ik werd gewoon gefrozen uit mijn fucking ilderkanker. Die soldier heeft geen één fucking pick gemaakt, oprecht. Misschien had ook echt 2 seconden soldier was in de hele tijd een brain dead. Reaper. Nee, niet drie pieces tot soldier, maar hij is gewoon fucking slecht. Hij was gewoon fucking slecht, maar hij hoeft niet ervoor te reporten. Ja, reporten wel. Inderdaad. Couldn't be in this rank. Reporten, him be in this rank. Oh kut, ik ben gold waarschijnlijk, of niet? Oh, ik ben niet leader. Whoops. Ja, onze leader is. Oh, je kan niet uit platinum droppen. Oh, sick. Ja, dat kan niet. Je kan pas alleen. Het enige waar je uit kan droppen is. Master. Dan kan ik nu weer gewoon. Nee, wat? Je kan ook een diamond droppen, toch? Nee, je kan het alles. Oh, droppen. Diamond kan jij droppen? Nee, dat kan je niet uit droppen. Vroeger, je kan uit vroeger wel. Nee, vroeger ook niet. Jawel, dat, gewoon als dat, je dat, iets droppen, ik... dan ging je gewoon omlaag. Ja, want 3000 was de laagste rank. Zeg maar, low diamond was het laagste wat je kon worden.
Rank deterioration, dat is inderdaad pas vanaf Master. Nee, vanaf Diamond al. Ja, zeg maar, als je Diamond 3001 bent, ga je terug in 3000 Diamond. Maar ja, ik ben nu wel gold rank. Want ik weet nog dat ik een keer in het plat, echt bloot plat zat en één keer gold met de Diamond die embleempje naast mijn naam. Release Goomy Leon Bootleg Hardbase Remix. Nou, ja, is goed. Maar Boren, denk je dat je ooit Grandmaster gaat worden? Ik ben ik al geweest? Nog de tweede keer. Oh, de tweede keer? Nee. Derde keer? Nee, zei ik. Ik ben al twee keer Grandmaster geweest, hè? Oh shit. Sterker nog, drie keer. Dus dat is ook een geluk. Maar dat was drie seizoenen achter elkaar, dus dat telt niet echt. Jawel. Or should I play Reaper? Ieder seizoen telt. Dan zit je gewoon in... We gaan op rij, wat denk jij? What? Je zit gewoon in de buurt van top 500 dan, hè? Dogon, kan je Mercy gaan? Nee. Alles boven meer. Oké, ga een Moira of iets anders. Het is niet fucking Zenyatta op defense hier. Moira to be. Ja, we hebben echt een Mercy nog op King's Road voor Revive, maar... Mercy spelen. Dat is leuk. Oh, Mercy is best wel leuk, man, hoor. Ik zou niet of je het tegen hebt. Vraag eruit dan. Hè? Huh? Vraag Mercy uit dan. Ja, Bent heeft al vriendjes volgens mij. Oké, boy. Dan stopt hij niet met proberen, toch? Jawel, ik ben geen klootzak. I wanna be Genji, maybe Abu. Is Orisa weer terug? Oh. Wekelijks maar, hè, elke keer. Oh ja, maar dan ga ik de Orisa. Als je in die wereld bent. Nieuwe wereld. Oh, what the fuck is dat? We need a hitscan up there. Bastion is a hitscan. Oh yeah, yeah, I didn't see. Bastion goes blue. But I meant like target the girl. I was just the Ashe then. No, Reaper is fine. Good question. And not. Wanneer zou ik mijn ult uitgekrijgen? Jij, gewoon wanneer ze erin pushen met z'n allen? Nu bijvoorbeeld. Oké, nice. Oh, ik heb de point getest. Ik ben een beetje dood. Oh, ik ben dood. Ja, daarom hebben we dus een Mercy nodig, maar goed. Ik werd gewoon tering hard gepimpt, dus ik denk niet dat ik toen ook niet had overleefd. Word je gepimpt? Pimpt inderdaad. Toch wat? Ze hebben geen Reinhardt. Ja, door echo Reinhardt. Oh, die ja. Ja, die was super. Ja, oh. Reinhardt om steroids. En ze was vrij slecht met Reinhardt. Oké, okay, nu al full charge. Het is wel een team die lekker snel zal zijn. Die kan maar even de game. Nice. Thank you, Risa. Die blijft ook gewoon even stilstaan. Ja, ik ga even een beetje hier staan. Ja, is goed, ze heeft reset. I got ulti. I'm ready to use the Bastion. Oh, ik heb een lever. There's sports gun there, Anna. Lever of lever? Huge and bad. Oh. Because it's a tool. Oh shit. Yeah. Oh. Wow.
Later. Okay, let's just hold this now. Thank you, Zarya. No problem. Thank you, babe. Roll low in here. Yes. Do not me. Thanks. Oh, this is so fucking good, man. Wat zij hadden, die fucking Sombra ult en wij killden ze allemaal? Volgens mij werden we iemand gekillt, man. Hè? Ja, maar wij hebben gewoon team ja. Sorry, dat was ik. En everyone. Ik moest een beetje verkeerd volgens mij die Sombra. Good job! Ja, ik had daar wel goed op kunnen gemaakt. Oh, kut niet. Ah, fuck! Zo voor die nano boost. Wat? Die gaat ook gewoon niet echt spelen. Oké, sorry. Alleen, wat is dat voor ult? What the fuck zijn we allemaal? Ons hele team is dood, je idioot. Ja, inderdaad. Ja, dat is jullie fout, mijn fout. Kijk eens, toen ik een half seconde achter me keek, waren er nog drie man minstens. Nee, alleen nee. Alleen ik en Dogo stonden naast je. Ik ging een seconde voordat je ult, twee seconden voordat je ult ging, ik ging dood. Ja. Ik kan niet achter me kijken. Jouw special awareness is echt slecht, Lin. Jongen, ik keek letterlijk een half seconde voor achter me. Dat jullie zo snel dood gaan, dan ben je erg blind. Ben ik niet gekend special place, man. Ben je erg blind, joh. Ik kan toch niet voorspellen dat jullie dood gaan binnen een half seconde, man. Ja, maar de rest van het team is er ook niet. Dat was er één man meer. Dat is een beetje zo vreemd als die is. Als Reaper die in zijn eentje een ult gaat doen, zo van get good move. Ja, nee, maar ik keek letterlijk af. Wrecking ball binnen. Ik ga wrecking ball. Godverdomme, ik ga wrecking ball. Oh, wrecking ball kan niet. Oké. Try to contest. Contest. Blind, die ult. Oh, dat is zo wist. Kijk terug op stream dan. Hè? Kijk terug op stream. Ik ga hem zo kijken op stream. Hoe kijk ik hem terug? Op stream. Waar is je stream? YouTube. Ik ga hem nu gewoon gelijk terugkijken ook. Ripper Games of Peace. Maar goed. Live over 6 uur staat er. Nee, ik ben gewoon... nu live. Wat zijn die? Sorry, ik was gewoon iets aan het lezen. Together we are strong. Wat was er? Niks. Ja, nu moet ik het.
Oké, okay, Britt, ik kijk niet jouw stream, ja? Ik kijk ook. Ik heb nu wel de muis gezien. Ik kan mijn muis niet zien. Oh, wat kut. We all have our jobs to do. Je keek niet eens naar achteren. Je keek niet eens naar achteren. Je zag alleen maar Dogen die in je scherm staat. Je keek niet eens naar stream, je keek niet. Ik let ik naar achteren. Hey, Bora, als je bezig bent, kan je ook even opzoeken naar die Zuid-Korea map dat je nog een keer hebt gespeeld? Als ik het terugkijk, ik zou nog steeds gegooid hebben. Ik zag gewoon mijn hele team. Blit, ik heb niet eens naar stream gekeken. Je keek niet eens naar achteren. Nee, mister. Geen het strijk. Ik heb je bubbel? Ik als mijn view was het gewoon... Ik zag gewoon uit dat het hele team er was. Ja, ik was de enige die nog leefde, dus het voelde wel. Het hele team was daar eigenlijk wel. Okay, just don't steal the payload. We can pick them. Yes, and if I'm easy winner. Not deep in. For us, we're going to bust an active objective. Line, come back! Okay, they have a summer cell. I'm going to put this for I got their support. Yes, I'm going the objective on the base of the cell. No push for me. Ja, het hele team pusht gewoon. Ik ben binnen 2 seconden terug. Ik heb een pick van hun gemaakt. Ik had een tweede pick kunnen hebben als iemand met je loopt. Ja, sorry. Ik kan een Vesta die combine en pool. Ik zat vast even. Huh? Hij had nog een pool doen, zeg dat. Nice. Oké, ze hebben een Hansa. Ik denk dat ze net al wel, maar... Een bubbel? Nee. Somber behind. Ik heb de bubbel. Ja? Oh, die rode loopt gewoon vlak. Ah, ik ben doodgevallen. Zie. Wat zijn we aan het spuken, hoor? Ja, kut. Het is gewoon de laatste guy. Berlin, de laatste guy is een 3-man van hun, 2-man van ja, ons. Ja, die kwamen er letterlijk van. Je moet het geen wat verwachten. Er zijn van die dingen die kan je niet voorspellen, toch, jongen? Wel, natuurlijk wel. Dat is maar als je eenmaal kan maalspunt, dan krijg je zo'n 6 cent. Ja, maar 4 van ons zijn doodgegaan, hun respawn time is laag. Dat kun je best wel verwachten. Ja. Tukke wie, joh. Wat? Ik dacht dat hij in de rug of zo, maar dat is waarschijnlijk denk dat hoor. If you break the shit, I can help them, guys. Come in. Nice. Oké, die ult van mij was nice. In de rug. Oké, good job. Brent.
Jouw teammates flamen ook heel vaak op jouw Zarya-ult. Ik moet zeggen, ze hebben wel gelijk. Ik sta altijd vooraan. Ik kan niet zien als ineens 4 man in een halve seconde doodgaat. We gaan niet in een halve seconde dood. Wel, ik zie gewoon mijn hele team. Ik wacht 5 seconden, ik gooi een ult. En dan is het niet. Ik kan op jouw stream gewoon laten zien dat het gewoon niet gebeurt wat jij zegt. Should I go Reaper or Doom? Whatever you feel fine with. Wanneer Balan's idee backfired. Ja, ik zie gewoon, als ik terug op mijn stream, ik zie gewoon precies wat ik bedoel. Dat kan je gewoon niet verwachten. Als ik een stream kijk, je kijkt niet eens achteren. Bij die andere. Hoezo? Together we are strong. Dat zal wel droog. Je moet mij zo meteen timestamps gaan laten zien op mijn stream als je bedoelt. Ik moet gewoon weten wat jij bedoelt. Ik snap het oprecht niet. Niet dat ik je wel beledig of zo, maar ik snap niet wat je bedoelt. Ja, nee, maar kijk, een half seconde nadat ik hem heb gegooid, realiseer ik me ook ineens dat het hele team dood is. Maar dat kan je toch niet in de heat of the moment controleren als je helemaal vooraan staat. Je zag net iedereen en dan niet meer. De killcam check is heel belangrijk. Dat moet je echt. Ja, dat is moeilijk, maar dat moet je altijd in de gaten houden. Dat is ook heel belangrijk. Het is wel lastig als er, want bij Zarya gebeurt heel veel shit inderdaad, maar goed. Oké, okay, I got pulled. Dat zegt heel erg. Wat ga ik moet ik doen? I'm so lonely. Ik ben echt zo dom gepoeld. Hoe de fuck werd ik eigenlijk gepoeld? Ik stond achter mijn schild. Well guys, we are fucking up, man. Een beetje fucked. Ja, yeah, I got pulled from behind my shield. I don't know how that happened. Weet niet, zo'n hoek? Zo'n cool hoek combo of zo? Ja, ik weet niet. Ik werd vanuit mijn fucking... Ik bedoel, dat is zo'n tactiek die op allerhoogste niveau dus mensen een pool doen om je los te trekken van je schild. Gewoon positioneren ze op de hoek dan voelen ze je weg kan halen. Of ze dat toevallig hebben. Ja, ik werd in de lucht geslingerd en ik werd uit de lucht gehoekt. We just have to kill them all one more time. Creeper behind. Reaper is still in the bed. Dat is lekker op het moment. Die Reaper gaat hard. Wat een timing, hè? Ik heb mijn immortality field net iets laatst kregen op. Zal ik die weggaan? Ja, wie hebben ze? Ik wil iets met een schild, zal het chill zijn, man. We worden echt hard gerekt. Ja, omdat ik heel fucking lucky werd gepoeld door hun. We worden nog steeds helemaal weg. Ik ga eindigen. Ja, we hadden zelf... Wat de... Ja, daar weer! Ja, ze doen wel die tactic dus. Ja! Dat zei ik ook. Dat was ook op mijn kant. Sorry. Hoe de fuck kunnen we best wel gestemd van dat ze dat doen? Het is gewoon in twee jonge broertjes of zo. Ja, die hoor je het is fucking goed bezig in de jungle. Ja, maar we hebben. Schild 3 keer gegooid. Ja, activeert wel, alleen. Nee, ja, hij is niet geactiveerd. Ik heb nog steeds voets. Legit? Ja, want ik zag een bubbel doen en nou werd je geleerd door die. Ja, ik spam echt shift en er gebeurt nu. En hij was ook nooit gedeployed. Ik was gewoon doodgaan met mijn schild. Man. No, joh. Waarom gaan we eigenlijk niet Rato Corissa? Ik moet niet zo goed met orde. Ja, ik vind dat niet zo.
op attack. Ik kan beter Rein en Zarya op attack gaan dan dat. Ja, hun Rick ons echt helemaal met die combo. Oké. Why you gay? Why you gay? Why you gay? Wat doen we? Ik wil zien wat anders dan de afmaken. Why you gay? Wow, heb je de arm wrestle sticker? Nee. Waarom niet? Kan je combineren? Serieus? Ja. Ik heb deze voor jou. Vier rugkrab ofzo. Oh, ik zit al altijd die anus. Wacht, doe me... Ja, ja. No, I'm not. Junkrat. Gooi het maar. Junkrat. Ze doen hem wel echt de hele tijd, man. Ja, en als het werkt, ik moet zeggen, het is wel een big brain, man. Dat speelt goed. Dat is even waarom we gewoon vastgevoeld worden? Let's go in, guys. Oké, okay, goed zo. Oh, ze hebben ook een Baptiste nu, man. Dat is ook best. Oh, wat komt er? Die wordt te lief. Ja, nou. Het hele team op hem. Zo'n go on. God in mijn brein. I'm not joke. There's the hand on. Fist. Shoe breaking. Ik heb niet los te maken. Ik heb het op, jongens. We gaan zo stil. I'm gonna ult them. Go in. Ik weet ook dat die kerel zo hoog kan springen. Die Baptiste. Waar zit die Hanzo? Hij heeft schoentjes, hè? Ja, ja, weet ik. Maar ik vergeet het ook, want je ziet hem niet heel vaak verbeeld. In de lore is hij ook baal gekolder geweest, dus... Oh, ja, ja. Oh, hij is die waar? Van, hoe heet dat? Die heet die film? Flubber. Flubber? Ja, Flubber. Heb je die film niet gezien? Met, Hoe heet die gozer nou? Robert Williams. Die gozer die suicidal heeft gedaan. Ja? Heel leuk film. Waar is die Reaper? Die Reaper zit ik hoor hem net achter. Die Reaper is best wel decent dan. Ja, best wel. Oh, hebben ze gelukkig B met de Saria, dus wow. Niet van ons aan. Nooit. Wacht, iemand heeft zichzelf een legit player kunnen noemen? Yep. Je hoeft toch geen unique name op hebben, man? Je hebt gewoon een code. Ja. Yeah. Aha, 5 deze thuis. Kut! Ik kan me in mijn tent. Ik kan het. Fine. Permission to ult. Ja, maar je ziet het. Yes, Brad Leader. Dat is ook wel een van de redenen waarom ik altijd mijn ult hou. Omdat elke keer als ik mijn ult gooi, gaan verkeerd. En je moet ook ult. Dat is toch de Zoya meme? Alles combineren. Ja, klopt. Oké, good job. Ah, wat is dit al lang kunnen stoppen, godver. Ze bij ooit winnen. Fucking round 4. Round 5. Oké, okay, anders gaan die vent switchen. Ik ga rol.
Ja, jij gaat Orisa. Ja, jij gaat Orisa. Of moet ik Orisa? Nee, ga Zarya Rein. Ja, maar dat deden we net ook. En daar hadden ze even een gekke counter. Nee, we deden net Orisa Rein. Oh. Orisa Rein? Nee. Ik bedoel, Orisa Zarya deden we. Oké. Okay. Ja, oké, dat kan wel. Maar ze hadden wel echt een perfecte counter tegen die Shields. Want dat is ook waarom ze... Hoe heet het? Orisa... We zijn hier. Nu kunnen ze mij niet voelen als ik er maar gewoon Rein ben. Dit zijn hier die goed tegen speelden. Dat is een jurk, fucking roadhog carry van het team zo hard, hè? Well. Symmetra? Oké okay, dan. I guess it could work. Symmetra is best strong. En, we zijn full defense nu. Had u niet net een roadhog carry gezet? Dogen. Dogen, waarom ben je fucking Senyata gegaan? Ja, ik kan geen hero bedenken die goed is tegen schulden. Wat is. We have sort of heals now, guys. The tanks will die so quickly. Okay. Dogen, waarom de fuck ben je zij uit gegaan? Ik dacht, oké, ik heb niet de zin. Nee. Dan kan ik jou in leven houden, short. Moira en Zenyatta. Mij in leven houden? Ik ben Zenyatta. Je hebt een schutje of niks. Ja, waarom had hij die teleport ook daar neergezet? Het is nu goed gespeeld. Reaper behind. Wow! Ik had mijn schild niet gegooid blijkbaar, ik had hem nog niet. Fuck. Dat was echt Oh, 200 seconden timing. En nu moet je echt zwart pushen. Je moet iets gaan, want ik kan hier leren ook niet wat. I saw the error in my ways. Of my ways. Symmetra was not really useful there. Yeah. Symmetra is best goed in stunnen. Ik heb maar niet als zij fucking tanky team hebben. En juist als je een rood ook hebt, toch? Ik heb een ultra te bouwen. Mijn mensen worden zo hard geweest. Een rood hoek is echt insane. Ja, inderdaad. Ze worden zo hard geweest door die gast. Hoe is dit? Oh wacht, hij is niet dood. Hoe gaan die dood ook eigenlijk kan? Oeh! Ik zag dat veel slaap. Shit, dat is het eerste. De tweede keer dood van die gast. Oh, dit ga ik niet opleveren, we hebben geen nieuws. Is dat het? Watch out, guys, go back. Nu, hoe gaan we dit winnen? Mooi, hij heeft nog een ult. Balint is toch een ult. Go back, please don't go in. Wait for Zarya, guys. My ultimate is almost ready. Oké, onze. Wat stappen ze en doen het gooi in? Nee, niemand ging erin. Alleen iedereen heeft de lead. Dat is toch ingaan. Ja, nu kunnen we nu. Ja, dit konden we nog fucking makkelijk vechten. Dat is toch echt. Als ze nog echt 10 seconden hadden gewacht. Loops. Yeah, now we'll get them, for sure. Now we'll get them. Godverdomme, is er helemaal bij ons. Dit... Kan je een tie eindigen? Ja, nee. Ja. Wel leuk dat ik hem wegschoot en ik hem daardoor niet meer kon zien. Let's go all the hill, the whole map, man. We all ult. Okay? Yeah. Okay, try to contest someone. Fuck, ze dan voor random shit. Come on, contest. No. Waarom niet drie? We hebben ook echt een jump nodig. Waarom? Wat waren die DPS-picks? Wat waren ze dan? Ja, er is fucking Torbjörn en fucking Pharah tegen zo'n tanky ass fucking team als dat. Ja, Torbjörn werkt wel, maar Pharah. Op zich, Pharah begrijp ik wel, maar hij is niet goed. Together we are strong. Ik schrijf je Zarya weer. Zarya of zo. Z-A-R-Y-A. Oh wel.
Ik doe weer Reinhardt dat ik mijn hand in de reet steek. Sarja, stop je hand in mijn reet. Iets meer naar rechts. Heel klein stuk naar rechts. Nou, iedereen is het toch allemaal eens geworden over mijn zo? Om Michal lul. Oh, zo'n Bastiaan. Bastiaan. Ook boomer. They're deeper behind me. Oh shit. Bastiaan goes 3-3-3. Full charge. Waar zit die Reaper ooit? Dat moet eigenlijk niet. Oké, shield breaking. Dit is easy lose. Oké, okay, we kunnen gewoon pick. Ja, moet Oké, bubbel, ik ga op de zon. Gooi hem op mij. Somebody. Ik ga de dash. Oh, dit kunnen we nog halen. Ja? Oké. Ik bedoel, ik ga het weet ik niet. Maar... Reaper's thank here. You, build. Get the Reaper now, get the Reaper, guys. Oh, nog een delay in dat de Reaper terugkomt, natuurlijk. Nice. Ja. Oké, okay, guys, keep pushing. Oh, was dat voor 16 tick headshot, man. Ja, guys, doen het best in stap, keep pushing. Beetje kort spelen. Nee, die Bastiaan gaat wel problemen veroorzaken. If you can break the shields, I can ult. Oh, wacht dan. Hij gaat ook oké, goed zo. Reaper op top right. I'm watching for him. Kan Doomfist ook creep een beetje counteren? Een beetje. Maar... Oh, pas op, nu is één schild. Hey, ik heb ook twee schilders. Het enige wat ik een beetje bang vind dat ze ook een kark worden afgesloten op een of andere manier. Oké, okay, guys, push in en break the shields, I can help. Hands up behind you. Oh, holy shit. Oké, okay, break the shields, guys. Break the shields, please. Parking in hand. Get on point! Ik ben dood, dus ik niet zie die Bora. Als die Bora, als die. Kak! Get on point, get on point! Oh, wat? Waar ging ik dood? Oh, fuck, we lost. Doe nails. Ik heb geen idee waar ik dood ging. Hij heet op de ult, er stond meer in. Kortje. Die fucking... Die picks die we hadden gemaakt bij hun 1 minuut, was echt zo retarded. Oh ja, dit is toch hetzelfde kortje. Ja, dat is helemaal het begin. Wat was dat voor... Nou, het werkte. Fucking 50k damage blocked. Impeccable. Oké, okay, kan gebeuren het ook, de volgende keer speel je beter. Ja, volgende keer kies je geen Zayata op zo'n moment. Ja, oké. Ik ben echt de echte hard carry van dit team. Niet zo met 3 gouden medailles en zilveren medaille. Wat zit je misschien te kijken? Ja, ik had het gewoon naast een tweede monitor aanstaan. Ja, precies.
Zo hoort het, hè? Ja. Iedereen heeft hier gelijk een tweede monitor. Ik heb een derde. Oeh, de echte Illy. Geen zin meer Overwatch, anders spatje doen? Nee. Okay. Ja, ik wil wel Overwatch doen, maar anders spatje niet echt. Welk spatje dan? Maar mag je zakken uit? For Honor? For Honor, ja, For Honor heb ik nu best wel zin Warzone in. Warzone is ook wel leuk. We doen maar For Honor. Oké. Okay. Heb je geen zin in Warzone? Ik heb zoveel gespeeld. Ik heb ook even geen zin in Warzone. Warzone break. Je had echt gaaf zou zijn. Vertel het eens ook. Gek roken. Als BMW Tekken zou hebben. Hi backends, hi backends. Ik heb wel de King Floor klote spel gekocht, jongens. Ja, heb je King Floor? Ja, ik heb dat klote spel. Heb je het ook gekocht over? Ook zo. King Floor 2, is 3 euro. Nee, nog niet. Koop het ook, koop Siddiqui. Ik had de link al gestuurd in de chat een keer. Of je kijkt gewoon Siddiqui, het is 3 euro, het is fucking leuk spel. Ja, we willen even klaar, duidelijk zijn op deze stream. Wij doen niet aan kijken, ook niet aan Grey Market Keys. Dit is van, Je kan gewoon legale Grey Market Keys kopen. Dit is gewoon legaal. Ja, het is legaal, maar het is Grey Area. Grey Market. Maar je hebt ook van die websites die betaal je iets meer en dan heb je wel gewoon een white area, wat jij wil. Ja, we kopen alleen white area games. Je kan kijken bij G2A of zo. Het is ook best goedkoop volgens mij. Even G2A, Killing for 2, even kijken. G2A. Nee. Dit wordt al gestreamd, hè? Dus we moeten even eerlijk zijn. Ja, je mag maar 15 keer kanker zeggen. We zijn zeg maar niet de bad boys van YouTube. Op G2A kost het. Ik ga het even mijn blaas leeg, jongens. Wat heb je dan voor informatie, man? Op G2 is het 9 euro, token. Oh, jezus. Huh? Denk je dat ik zo rijk ben? Huh? Ik ben een arme student. In Santa Marta 3 euro vond ik al wel ruim genoeg. Het is maar 3 bier, man. Nee, het is hoeveel kwarkjes? Het is volgens mij 4 kwarkjes. Daar kan ik gewoon 4 ochtenden van eten. 4 ochtenden. Zelfs wat je 4 ochtenden niet ontbijt, dat is dat spelletje. Even kijken of ik deze game fullscreen kan krijgen. Press A key. Heb je echt nog advies wat de meest broken hero is? Of echt de noob hero? Boa, leef je nog? Jormungandr? Hm? Jormungandr? Welke is dat dan? Die bitch met die hamer. Hamer? Wie heeft die hamer dan? Oh, die. Oh, die zit achter een pas. Die heb ik dus niet. Zit achter een wat? Die zit achter een Season 3 wall. Je kan hem ook gewoon kopen hoor. Steel. Echt, hoeveel steel heb je nodig? Waar hebben we het over? 15 kaarsen? Oh, waar hebben we het over? Hij vroeg welke hero is een noob hero. Ik zei Jormungandr. Iemand waar ik gewoon niet. Als je gewoon niet. Jormungandr, alsjeblieft niet. Ik wil zijn stem wel niet horen, man. Ik wil gewoon even niet hoeven na te denken als dit spelletje te doen. Ja, dan kan je Kensai pakken, dan kan je Raider pakken. Ja, Raider is ook echt noob. Dan noob kan je Shugoki pakken. Nee, Shugoki is best wel memes, hoor. Ja, maar het is maar één meme. Het is er maar één. Hij heeft maar één fake, basically. Ja, hij heeft er wel meer, maar... Eentje is basically guaranteed. Gewoon Dominion of Breach? Breach. Dominion, eerst gewoon de Dominion inkomen. Domico, Union. Dat zou ook gewoon samurai kerel gaan, weet je wel. Ook zo'n klein Adidas doggoedje. Gewoon een kleine. Zo'n klein Adidas doggoedje. Heb je nog een kleine speler, man. Ik heb nog veel te groeien. Zo, jullie zijn beast, weet je wel. Beast no lives, dus... Maar ik heb helaas die skill nog niet. Je bent...
Dus ik weet, Big Boy wordt dan, dan krijg je groot logo. Hey, wie was die kid ook weer? Die collega van jou toch of zo? Ja. Hij heeft gewoon een paar jaar in RuneScape gezet. Met ja, ik weet het. Hij heeft al verteld gewoon hoeveel uur, ja, hoeveel van zijn leven die aan heeft besteed, man. Dat kan toch echt niet? Maar dat wist ik wel. Hij heeft ook echt op zijn telefoon een anime wallpaper. Dat kan ook niet anders. Ga je veel met hem om of? Ja, is wel een leuke kerel, hoor. Oké. Okay. Ja. Maar Maar boy, je moet het zo bekijken. Hij heeft veel RuneScape gespeeld. Wat? Hij heeft veel RuneScape gespeeld. Ja. Alles beter dan iemand die alleen maar series kijkt. Ja, dat wel. Ja, sowieso. Ik heb er niks tegen, maar het is wel een beetje een interessante kerel. Maar hij doet basically hetzelfde wat ik doe, dus we gaan echt dus ik moet fucking veel met hem werken en zo. Dus die gast die moest inwerken? Nee. Hij was zo voordat ik er was, maar ik bedoel, wij doen basically dezelfde shit. Dan zijn ze concurrent, je rivaal. Jouw Gary. Nee, dat heeft altijd tering druk. Dus. Pokémon Spanning is ook... We zijn juist teammates. Dus hij is je brok. Nee, hij is hij is mijn Pikachu. Maar ik wil u echt, als jullie mij op stream laten zien dat ik dat ene spel speelde. De ene map. Ja, op dit moment is het niet een handig moment om daarnaar te vragen. Ja, zo meteen. Maar... Heel chill die Marcus van hem. Ja, dat is altijd chill. You capture zone A. Waarom zoveel bots? Twee bots in de game. Oh, Flumin. Wat is nou eigenlijk je naam, Bora? Dan is het op dag vandaag nog niet duidelijk. Is het... Falcone? Nee. Wat dan? Falco Alamone. Waar staat hem? Oh, ik moet bijna dood. Ik wil gaan afleiden. Ik weet niet dat ik erin geslaagd ben. Wat? Moet ik serieus nog steeds te vroeg? Doki, je moet wel attacks blokken, hè? Ja, dat deed ik ook. Nou, duidelijk niet. Helemaal wel. Ik ga in de toekomst ook gewoon streamen. Boor, gewoon ongelijk. Geef je zelfs het ongelijk. Dan kan ik je stream kijken en zeggen wat je fout doet. Nee. Ja, dat... Ik krijg feedback, maar ik kan wel zien die ik aan het blokken was. Ik probeer het te blokken. Ik zeg niet dat ik het goed erin ben. Ga maar naar C. Nee, ik dodge ze! Oh, dom spel. Wat? Ik... Help me. Dat is wel echt snel hoor, dat... Zone A. Ja, dat switcht van richting met je wapen, man. Ik herinner me niet dat het zo snel ging. Je hebt eigenlijk gewoon een 50-50 of zo constant. Maar je moet beter offensief worden, hè. Dan hoef ik niet meer te dealen. Dus niet, kun je dit spel sidesteppen, Bora? Tuurlijk, kan dodgen. Maar kost dat staan of niet? Nee. Of heel klein beetje. Nee, niks. Je kan zelfs auto-stamina doen. Oké, en hoe doe je dat dan? Schermen met de controller? Ah ja. A. Okay. Anders is het alt of zo?
Waarom blijf je niet op C staan? You lost zone A. Oh, ik was even aan het noodbenen. Ja, ik ga van cheese balance trainen. Kijk hoe die recht is. Maar ik sidestep in deze game net zo effectief als in Tekken, of ook niet? Het ligt er naar welk character je bent. Maar ik ben toch een meme character, toch? Bij jou werkt die heel goed. Ja, je kan wel zeggen. Ik ben niet echt een meme character. Ja, ik dacht dat het de cheese met mijn karakter was die iedereen alleen maar... Doe een pak A. Ga heel snel A pakken, ja? Ja, zou ik doen. Maar dat mensen alleen maar R1 stemden, zeg maar. Ja, maar dat is geen cheese, dat is best een makkelijke kaart. You capture zone A. Kanker Shikoki. Ga B of C. Wat? Wat? Waarom ik hem? B of C. Ga maar C. Ik pak deze kerel wel eens een kill slaan. Ik ga wel even proberen. Pak aan de C te doggen en ik ga B pakken. Heb ik de C gereact? Ja, hou het gewoon zo lang mogelijk voor, ja? Blok gewoon alles, ga in rage. En dodge shit. Ik heb het echt heel hard gereact. Hoe deal je eigenlijk met twee gasten tegelijkertijd? Wat moet je dan doen? Blokken en wachten tot je race krijgt. Maar kun je ze allebei tegelijkertijd blokken of zo? Of hoe doe je dat? Ik wil niet veel zeggen, maar ik ga wel hard. Maar dat komt waarschijnlijk omdat Dogen zijn naar beneden. Ja. Ook wel lekker. Ik wil echt een cheese. Ik wil het gebruik van killstick op maar. Wat? Okay. You capture zone C. Level. Oh, zo. Dogen, dodge shit en vang niet alle attacks. Ja, ik werd gewoon gecheased hier, oké? Niet dodge, ah, cheese. Nee, je zit toch juist dodge, toch? Of heb ik dat verkeerd? Jij kan dodge tekken nu zelfs, hè? Nee, dat kreeg toch zo'n blauwe gloed of zo? Ja. Ja, ik ken al die moves niet uit mijn hoofd, dat is een beetje kut. Je ziet me naar voren gaan, dan A spam of zo. Wacht. Naar voren, A, kom. Sorry, teruggebroken. Enemy team is breaking. Ik krijg gerekt, oh shit. Tegen mij in de score van AI zijn niet al te best. Holy shit, ik ben een fucking 3v1 aan het winnen. Oh shit. Oh, laat maar zo. Holy shit, ik heb 3v1 gewonnen. Tenminste, het ook kwam laatst nog, maar. Ja, graag naar de hard carry.
dan kill stealen. Dat is mijn specialiteit. Dat maakt niet uit. Ik moet helpen. Oké, okay, Discord maakt me geen reet uit, kills en zo. Ook een kill steal maar. Kenzie is zo leuk om te spelen, holy shit. Ah, wel een beetje saai soms. Hè? Wel een beetje saai soms. Vind je? Ja, dat is gewoon. Oh, ik doe gewoon een hele makkelijke tag. En die raakt. Oh, dan raakt weer. Ja, maar Kenzie is best wel. Je hebt heel veel opties. Ja, gewoon. Maar dat maakt hem ook wel. Dat maakt hem juist leuk. Wel makkelijk. Dat gewoon, ja. Een heleboel zijn gewoon fucking strong. Gaan we bridge spelen? Dat is goed. Wil ik bridge met token eigenlijk? Ja, we gaan tegen shitty enemies. We kunnen gewoon. Ja, oké. Okay. Ik had een keer een potje gewonnen waar ik de enige persoon was en al mijn drie teammates bots tegen een enemy team met full players. Dat was pas hardcarry. Ik breng team bot naar de overwinning. Ja. Dat het niet iets meer over je tegenstanders dan over jou. Nou, op zich waren ze niet zo slecht hoor, maar ik klapte ze gewoon fucking zieke 3v1's met revenge. En toen ging mijn bots gewoon alleen scleren. Eigenlijk, ja, jouw bots waren eigenlijk gewoon sterkere minions. Ja, basically. En hun waren constant jou aan het feeden. Ja. Dat ging niet echt. Ze waren wel uiteindelijk best wel met hoor. Dat geloof ik wel. Maar ze vocht best wel op retarde plekken, op healing points en zo, waar ik gewoon zat te healen dan en zo. Of bij ledges. Ledged. Wat doet die map op de achtergrond nou? Want dat begrijp ik op de dag vandaag niet. Ja, dan krijg je gewoon meer cases en shit als je jouw team wint, zeg maar. Zeg maar, je joint een faction en die, hoe meer die faction wint en zo, dus te meer. Maar is het een beetje hetzelfde als die Steam sales dat op een gegeven moment iedereen alleen maar bij één faction. Dat ja, iedereen zit bij Vikings. Dus het ziet er misschien niet zo uit, maar Vikings hebben altijd echt het meeste gebied nu ook. Rood is dat. Ik heb een pilsje aan. Maar wanneer was er weer tijdens de zomer? Dat was een actie of zo, vorig jaar. Dan kon je van die teams kiezen van dieren of zo. Die hadden een race, maar iedereen koos die. Dus daardoor als je hond was, kwamen daar eigenlijk alle rewards terecht. Hoe werkt Breach eigenlijk? Oh boy, daar begint het al. Wat? Oké. Okay. Wat moet ik doen als Breach speel? Yo, wanneer komt Dying Light 2 eigenlijk uit? Ja, dat is heel lang gedelayed, hè? Echt? Ja, waarschijnlijk corona of niet. Nou, het zou echt een paar jaar geleden ook uitkomen, denk ik. Nou. Want dat is wel, dat wil ik wel spelen. Ja, daarin lijkt een zwakke grap voor de auto. Zouden ze nog meer toevoegen? Ze hebben nu auto's toegevoegd in de DLC. Wat gaan ze nu allemaal toevoegen? Wacht, was die grappling hook ook DLC of was dat in de main game? Dat was wel in de main game. Okay. Die grappling hook. Dying Light is gewoon het beste Spider-Man spel to date. Ja, echt hé. Spider-Man zombie spel. Echt geweldig. Ja. Oh, geweldig. En dat is ook dat trapje wat je kon, die dropkicks. Ja, ja, ja. Maar ik zat niet toen jij altijd zo'n ziek sterke wapen zat. Wij moesten altijd echt een miljard tikjes op het hoofdje geven. En jij kon elke keer geschoold. Ik craftte ze zelf de hele tijd. Ja, ik ook wel. Ja, maar ik gebruikte wel zeg maar shit de hele tijd. Die zeg maar, Aldert, die is zo'n gamer die altijd zeg maar alle high-end level shit bewaart. Electronics en zo voor later, maar dan nooit gebruikt. Ik heb het moment dat ik iets moois krijg, dat ik gelijk gebruik. Jullie spaarden altijd voor iets, maar ik ging telkens iedere keer gewoon zo'n medium goed item maken. Jullie spaarden voor altijd zo'n fucking sick item, wat dan altijd heel erg meh was uiteindelijk. Ik heb niet echt gespaard voor waar. Ik heb gewoon zoveel gekeken, wat kan ik nu maken? En dan, oh dit. Maakt het. Dan weet ik het niet. Ja, ik weet het ook niet. Nou goed, toch. Dat was nog steeds een leuk spel. Ja. Gewoon al die insta-kills. Weet je, je had een heleboel andere insta-kills uiteindelijk. In de nacht maakt niet zo heel veel meer uit. En in de nacht is het fucking grappig met altijd wegrennen. Ja. Die mega zombies. Of die zombies gaan hunten zo. Ja. Ja.
anders. Oké, Dogen, kom mee point 1 pakken. Kom je point 1 pakken, Dogen. Oké. Okay. Point 1 is daar linksboven. Okay. Ik push de ramp. Yo, ik ken ze niet. Leuk. Heb je er voor het 1? Iemand speelt met die 2 haven vast of zo. Was daar nog iets bijzonders bij? Ja, die gooi ik zo. Nou, daar moet je nu punt 2 nemen of zo? Wat is het? Ja, je moet punt 2 nemen. Kijk, zeg maar, je hebt archers en die staan op die punten. En als je punt overneemt, wordt die archers voor ons voor altijd. Oké. Okay. Dat is zeg maar het idee erachter. En je hebt ook zeg maar af en toe een banner en die geeft je ram of de gate een shield die dichter aan je pakt. Wie vijft er nou, Roachie? Wie is er, Roachie? Ben dat Dogen? Dat is Dogen. Riet 5. Bro. Oh, je kan die 5 inschatten, Dogen. Ik zit echt de hele tijd te wachten. Ik denk, zo waarom gebruikt die Roachie? Wat? Ik kan opeens. Oh, je hebt geen tickets meer, maar ik krijg het helemaal niet uit, kut. Oh ja. Ik zit helemaal al die tickets proberen te versparen. Die heb je niet. Wat moet ik nu doen? Ik ben shit en dan zijn we met z'n drieën. Ja. Oh, we moeten nu zo snel mogelijk pushen. Okay, eentje dood. Anders is het bijna dood. Kill die archer. En de archers, yes. Ik blijf hier voor zitten. Blijf op de point. Red point, dan push je hem. Blind pak die shieldbluff. Oh, dat is heel ja, is goed. Als die jongen. Als je de point opvoert, dan boost, dan pak je hem ook sneller. En als je bij de ram staat, dan gaat de ram ook sneller. Ja. Oh, dat je gewoon zo'n beast inspirational character bent. Kom 3 pak snel. Er zit geen minus op, ook nice. Heb je heel nodig? Kan je even die opties aan al die mensen van afhouden? Volgens mij hebben we nu bijna punt 3 alweer. Ja, deze mensen hebben niet heel veel zin. Oh, wat? Oké, wat okay, een point. Don McGlass! Ja, blabber die ook hoor! Ik weet niet echt wat die Jormung dan doet, maar. Wat is dat? Nee, niet waar. Nou, daar hebben we al points voor. Ja, maar ze doen een cauldron, hè? Ja, denk ik. Hè? Iedereen is dood. Van ons. Behalve die Jormungandr. Nee, Jormungandr, die zat gewoon even... Ja, maar ze zitten met z'n 4 op die point, met allemaal minions. Ik snap wel waarom die daar niet in ging. Waar ik nu ook al gegangrapt. Maar moeten we die... Ja, maar hij deed daarvoor al niks. Dogen, help me! Ja, doe ik hem. Hoezo ben ik out of stamina? Ik doe het wel en ik doe het niet. Wil ik ga je boven helpen? Moet ik boven helpen? Wacht even, moet staan. Of nee, wacht, blijf even bij de ram staan, ja? Ja, blijf jij bij de ram staan eventjes. Probeer. Is goed. Dan gaat hij sneller. Dan ga ik even hier. Weet je wel? Ga zo snel mogelijk naar boven, ja? Er is een ladder aan de zijkant, of van die kant. Ga gewoon naar boven. Nee, ik kon niet zien dat er een ladder in de cirkel. Je kan sprinten ook, Dogen, in het spel.
Ja, doe ik ook. Kut, ik ben zo uitgepakt. Oké, Dogen, blijf jij gewoon lekker bij de ramp staan, ja? Ik heb bijna die gasten gekillt, man. Nee, niet. Hij had me gebaked. Niet een whiffsteak. Ging dood. Moet ik bij de ramp staan? Wat? Dat was echt één zieke beet. Ja, blijf gewoon bij de ramp, Dogen. Blindpakket ding. Je kan ook hier bij de healing points, hè? Pardon? Op de map zie je zo'n kruisje, zo'n hart. Ik ben blind of zo. Hij is momenteel oranje. Kruisje. Ik ben gewoon nog steeds niet dood gegaan. Ik weet het niet eens, voor mij niet zo. Jawel, jullie zijn in het begin om dood te gaan. Toen ook oh ja, toen ja. Ik ben best gepakt. Maar dat was nog de enige keer, ik was alweer vergeten. Dome, ga healen. Ja, maar waar kan ik healen dan? Het is zo'n blauw kruis op de map. Ga daarheen. Ja, maar er zitten allemaal tegenstanders hier. Ja, nee, maar anders lopen die te low rond. En die minions doen best veel damage op die minions op bridge doen extra damage. Ja, we hebben... Ja, onze ally is wel hard aan het carryen, dus... Eén pro, eentje twee gasten. Please help. Ik krijg je niet te lopen reageren. Thanks for that. Deze man gaat even healen. Ga samen healen, jongens. Like a mouse. Maak me op het scherm. Of probeer point 6 te pakken, dat kan je ook doen. Hou die gast van healing point af. Thank you. Ik kom helpen. Ga healen. Er is een gast achter de trebuchet, jongens. Ja, ik ga helpen. Oh, kut. Leuk. Wat? Waarom kan ik niet dodgen? What the fuck? Ik werd helemaal geweest door die gast. Jij kan altijd dodgen. Orochi kan nooit zijn dodge stoppen als je een dodge tech doet, hè? Dan moet je een dodge en light tech tegelijk in een richting vertogen. Oké. Nee, dat is goed. Dat maakt het leven. Orochi is een character waarbij je zijn dodge tech niet kan stoppen. Normaal kan je iemand uit een dodge car breken, maar als je Orochi een light tech doet met een dodge, dan kan dat niet. Ja, ik ben helemaal geluid. Ik kom Nee, ik ga die kant wel in, dat ligt. Ik kan naar de ramp toe. Ik wil je komen helpen maar ramp pushen van oké. Yo, mijn goos gaat een tekst in plaats van een pegje. Maar gaat het nu nog sneller als met z'n tweeën staan of dat ja, niet? Nee, dat is niet. Ga jij erbij staan? Ik ga gewoon ramp. Ik heb een pijn gedaan. Archers. Die krijg je als je een point cap. Defenders hebben in het begin alle archers, die kun je overnemen. Kut, waarom reageer ik niet? Banner er? Ja, Banner is er. Snel plaatsen, we krijgen extra P. We krijgen extra tijd. Is dat zo? Oh nee, dat is op basis van de snelheid die we doen, hè? Nee, we verkeelt ze nu om.
We zijn nu er allemaal aan het sloken. In ieder geval kunnen ze haar niet pakken. Zou ik die speermannen verdedigen of zou ik dan? Ga de ram, naast de ram staan. Ja, je mag ook wel die gast, als hij super low langs loopt, mag je hem alvast aanvallen. Dat mag wel, maar... Yo! Doe ik de ram hier? Waar is staan, meneer? Goeie Roger. Niet jij, maar die ander die had al gekild. Zwan. Ik like Perry als een shit, hij is zo verstopbaar. Mag hem hier, Doc, Brin? Haal die minis van af. Ja, ik ga niet zo heel snel deze keer. Hoe heeft ze dan voor die ram weer naar voren gaat of over de ram? Nu moeten we de commander killen. Oh. Is dat moeilijk? Ja, hij is wel sterk. Ja, het is meer dat het team hem verdedigt, want je kan hem heel makkelijk blokken door de taak. Als je gewoon in je eentje tegenkomt. Maar hij doet wel veel damage als hij je raakt. Dat is wel zo kut. Oké, dus waar ik nu ben achter. Als iemand je aanvalt, dan krijg je er niet van wegspringen. Tenzij dat je zomaar zelf in de attack mode staat. Als jij tot die conclusie bent gekomen? Ja. Oké, jongen. Ik begrijp je wel. Ik dacht dat ik gewoon net zo'n Dark Souls, dat je gewoon cheese kan rollen. Maar nu... Rollen is echt één van de grote stamina killers. We hebben maar 20 lives, oh dat is wel kut. Dat is best wel veel. Maar tering kill. Kregen we altijd 8 en dat was echt al meer dan genoeg om deze point te halen. Ik weet niet waarom ze het zo hebben. Ja, omdat ze... Omdat heel veel mensen hadden klagen over iets. Ja, maar... Juist als attacker had je al het voordeel. Je won vaker dan op de vloer. Kut, bommetje. Ik ben voor de eerste keer dood gegaan, godverdomme. De commander heeft wel veel meer HP. Ja, hoor. Oh, ik ben dood gegaan. Maar lijkt je inderdaad wel ruim genoeg leven te hebben. Ja, je kan deze point ook gewoon halen als je het goed doet met echt nul mensen dood. Kunnen we niet gewoon weer weglopen of zo? Oh, dit spel ziet er zo fucking mooi uit, holy shit. Ik heb hem nog, nu sinds mijn nieuwe monitor heb ik hem nu juist lager resolutie gezet. Ik had ineens op 4K staan. Alleen nu wil ik hier rond 44 FPS halen. Kan ik jou ook doen? Oh wacht. Ik ben helemaal gecheased. Leuk. Soms is het een duim. Fuck, ik zat er. Kut. Token, als ik hier revive, moet je niet spannen. Nee, ik zag niet die man die buiten. Ja, de muziek vind ik mooi hoor. Ja, okay. Nee, maar echt uit het niks net schild in gooien. Deze mensen echt heel slecht. En toch reactie voor mij. Ja, omdat het zeg maar het gemiddelde is tussen jou en ons. En Belinda en ik zitten echt zeg maar, als ze een breach spelen dan winnen we echt altijd, als tweeën.
Ik ga het commander. Oh, ik kan niet bang. Huis, ik heb hem gediebeld. Nice, lekker over. Ja, snap. Wat nu? Chillen. Ja, goed. Joker roken. Is je iets leuk, Logan? Begreep je een beetje wat er gebeurde? Ja, ik begrijp wel wat er gebeurde, maar ik ben wel echt heel slecht. Ik heb echt gewoon 5 keer meer punten dan jij wel. Ik heb geen flauw idee hoe ik in het spel een beetje slim kan spelen. Maar vond je dat leuk? Ja, ik vind gamen wel prima ofzo. Het is, zeg maar, het is leuk, want dan heb je echt een siege, weet je, in plaats van dat je een beetje van point naar point rent. Ja, inderdaad. Het is wel minder loop. Een infinite loop, zeg maar. Mag jij potje bridge? Ja, dat is goed. Daarna stop ik wel, denk ik. Ja, kijk. Morgen weer lekker vrij. Ik heb even de taal, ik heb geen zin in. Ik ga naar vakantie. Maar maakt het uit of je upgrades op je wapens bestaan en zo? Ja, zeker. Zelfs als je mijn shitty low rank weer hebt. Ja, je hebt nog niet zo goede dingen. Equipment. Hoe kan ik mijn popje customize dan? Heroes, denk ik? Want ik heb echt letterlijk niks op mijn popje staan. Ja, bij Hero. Kut, sorry, ik kan niks equipen. Your skill lower than your enemies, lower than your ally. Oh, dat is weird. Dat is altijd nice om te horen. Zo van, jij bent hier niet echt toegewaardigd, het spel gewoon nu. Je bent hier voor de sier. Vind je het wel leuk, Dan? Vind je het wel leuk? Ik krijg geen combo's. Ik heb echt de helft van de tijd geen flauw idee. Je hebt sowieso geen combo's in het spel, waar heb je het over? Ja, half. Je hebt toch gewoon van dat je zo slaat, moet je zo... Ja. Een aanval. Ja, maar dat gebeurt bijna. Dat zijn van die oude stemmen naar punishes, dat is... Dan is echt een combo, maar dat gebeurt echt bijna niet, dat doe ik bijna nooit. Oh shit, het spel is echt fucking mooi. Ja, dat zit ook wel mee, maar het ziet er wel prima uit voor een spel. Ja. Zie me uit, het spel is fucking mooi. Ik denk dat je te veel 1080p gaming hebt gedaan, man. Ik speel nog 1080p, maar goed. Ik speel nog 1680p monitor. Ja, daarom. Er zit wel een limit waar ik gekomen, ja. Dat is echt een grap, zeg maar. Maar heb je een tip voor blokken? Die gast kan ik niet proberen aan te vallen, want hij weet wat hij doet. Kan ik niet deze gast gaan dodgen en dan gewoon... Zie je? Oké, we hebben die gast daar echt ziek gemuut. Of ben ik, maak je dood? Oh, dat ben jij niet. Oh, dat is andere woorden. Hoe kan ik... Wat? Hoe raak ik dat? Ja, leuk. Kan ik levenspunten krijgen?
point. Togo, je snapt gewoon fucking ziek langs enemies en zo. Oh. Oh. Oh jee. Blieb doodgemaakt door een enemy, Togo rent er gewoon fucking rustig langs. Het enemy target hem gewoon totaal niet. Ja, ik zag hem niet, zeg maar. Kijk joh. Ja. Moet je dop hebben. Ik ga de ramp pushen. Ga je de ramper doen? Ik was ook de ramp aan het pushen. Ja, dat doe ik wel. Bekend zijn. Ik ga ze wel afleiden. Dat is denk ik mijn enige skill. Dat is wel zijn. Wall brengen is nog steeds zo'n fucking bullshit. Holy shit. Ja. Wat? Hello Ninja Warriors. Aha, mis. Haha, mis gaf uit. God. Wat is dat, jongen? Dat is een point cap, hè. Ik blijf rijden hier, ik ga toch naar die enemies. Oh, die zijn dood. Shit, die gozer is gebeest. Oh, zo mooi. Achter je, achter je. Waar kan ik hier? Bij de heal point op de map doen. Waar is die heal point dan? Beneden. Je spectator is getroffen. Je staat echt met je poppetje recht op de plek waar dit ding is, maar je denkt niet even na dat het andere verdieping is. Ja, oké. Okay. Speel is vaag, man. Ik ben een Goat-fan, ik ben een Tekken-fan. Dit is een van het Scalp-logic-game, is dat niet? Deze mensen zijn trouwens al een stuk beter of net. Ja, of ze spelen gewoon lopen. Ik heb helemaal beter geworden. Wat zei het over? Ik wil eigenlijk ook helemaal beter geworden dan eerst. Ik kan nu een beetje damage uit deze. Hey! Oh, een ding, hè? Ik bedoel. Racist? Kus hebben de banner. Oh, ik heb cheese. Cheese. En dan kan ik niet meteen gaan. Achter je, push, blijf, dan blijf pushen. Zo'n hekel aan love dingers. Ik push op. Je moet naar de rampart gaan. Logan? Nu een pilstreek moet ik, kom maar zo aan. Nog 2 seconden. Ik moet mijn mini-kaart in de weg zetten. Let's go. Ik snel point 4 pakken. Ik kan heel snel point 4 pakken. Die healing points veranderen, Dogger. Als de rampart is pushed, gaan alle vorige points weg.
Rennen, jongens, rennen. Ik heb deze kill. Oh, hey, jongens, goed. Ja, fuck leuk. Ik weet dat ik de zwakste schakel ben, dat ik niet moet straffen. Later om eens. What the fuck? Oh. Revive hoor. Ik heb speed revive. Speed. En dan word je heel erg wakker. Cool. Yo, wie heeft Takata en Fugin die miner opgezet? Dat is een execution, Lawbringer deed dat. Kut, Lawbringer execute mij, help me. Help me, Dogen. Waar is Dogen? Ik kom aan. Oh. Dogen, het duurt te lang, ze reviven. Dogen fietst zo hard revenge, hè. Wat? Ik gaf me gewoon schade. Ja, maar je, met heel veel van die light attacks, dan fiets je heel ziek revenge. Je hebt ook heavy attacks, toch? Echt? Ja, maar hij heeft ook. Je hebt ook niet heavy attacks, dat zijn je bumper, je triggers. Ik wil alleen maar light violence, net als een Dark Souls. Heavy is gewoon die knop die je nog aanraakt. Ja, op zich met de hoogte zie je een soort van wel, ja. Ik begin de hoogte wel wat meer te mogen. Hallo! Echt, die parry windows van Lawbringer. Zo weird. Oh, god. Hey. Aha. Hoe kan ik... Aha. Oké. Okay. Weet het. Ha, ik weet het. Oké, okay, ik doe dit wel. Moet push rampert, hè? Dit is mijn taak. Ja, oké, okay, jongens, push rampert, dog niet uit. Waar klik healen? Je was net bij de healing point. Je hebt de healing point. Blind push rampert, ik ben de Kensei. Healing point 2. Wacht even, ik ben even aan het healen, man. Slag maar is die een nieuwe? Oh, sorry, dan ben jij niet. Token, ga healen of ga naar de rapper. Niet rondlopen, dat kost heel veel tijd. Ik wil ze maar healen. Ja, ga naar de healing point dan. Ja, ik kan hem niet vinden. Het is heel goed dat het minimaal party is. En je hebt hem ook al een keer gebruikt. Ik ga even helpen. Nee, Token, ga hem helpen met de rapper. Dit doe ik wel. Kijk. Rampart is dat waar al die punten staan. Kan ik die andere punten al goed vullen? Nee. Je moet 5, 6 zo in één eind. Oh. Yo, man, wat is dat? Zou ik die gast op de lijst kennen? Heel later. Heb je die hard gerekt? Maakt niet uit, die houdt ze bezig dat ze mij niet killen. Vijf deze schaak, joh. Een onbewust op 5 deze schaak. Maar we zijn bijna bij het einde. Almost. Ja. Ik heb deze map wel wat minder leuk dan die andere. Jammer mag ik niet. Dit is nogal rijk. Dit is nogal een winning simulator. Elke preacher is een winning simulator. Elke preacher is een winning simulator. Nu is het iets winnen. Oh.
En de halve spelen en lightning. Ik, ik neem het over, ga je hidden. Janogas is echt heel slecht bij in het EVP. Mag ik die bevechten? Die is op mijn niveau zit. Holy shit, Labbing is zo'n bullshit. Ja, we... Ja, punt 5 zijn we niet. Het is wel een raar systeem, hoor. Ik vind het wel. Leringspel! Laat mij vliegen. Ik moet naar de cauldron toe gaan, jongens, snel. Fijn. Cauldron. Dat is het ding waarmee ze de vuur op dit kart kunnen gooien. Ze zijn heel dom. Oh, het is Wrecking Ball. Moet ze bevechten. Maar je moet snel naar de cauldron, jongens. Logan, kan jij daar naartoe gaan? Ik weet niet of het echt dit show is dan. Ja, het maakt niet uit. Iemand moet het doen, anders is het verloren. We zijn al met z'n drieën straks. Oh nee, ik ben fucking doodgemaakt. Oké, we hebben nog één leven. Wat, hij kan de banner niet droppen ofzo? Ik had hem 3 keer gerand. Wauw, moet je hem helemaal killen. Oké, okay, ik moet... Ik moet dus nu wel gewoon voor dit ding droppen. Gast, ik sla hem 2 keer, hij plant die banner. Oké, ben je gekild? Misschien is de banner veranderd dat hij nu op gekild moet worden. Dat was toch bullshit? Yes. Hoe kan ik een aanval tegen? Hebben we de poort gebroken? Nee, iemand naar de kalder, iemand naar de kalder. Ik ben niet kiezen, zo hard als ik maar kan. Wellicht gaan naar de kalder, voor je leven, ja? Ja, ik ben een beetje gebroken. Dogen, win die kalder of fight. Ja, ik ben niet aan het winnen. Ik ben er bijna. Ik ben dood. Ik had hem even afgehaald en ik heb veel te moeten doen. Oké, kalder, ga er naartoe, Brent. Ren. Of nee, ik doe het wel. Echt, we hebben echt nog maar 0. Oké. Okay. Je moet doorlopen. Ik heb hem gehaald, holy shit. Ja. Met 6 respawns. Waar moet ik zeggen? Inner gate destroyed. Kill the commander. Ik hoop dat we het kunnen. Wat alleen, ik word wel een beetje bijna gekild door die roodje hier. Oké, okay, we hebben twee kills. Oké, en moet ik je helpen, Brennan? Ja, ik ga even healen, maar dat is een point. Dat is makkelijk.
Hieronder, hieronder. Ja, maar ik kan er niet heen. Of zo. Van de min tegen. Epic healing time. Je moet even snel die point pakken. Dat doet de persoon boven. Ik ben iedereen aan het killen hier en ik ben dan. Ik laat jou aan het dealen. What the fuck, moet ik hier komen? Ik ga een beetje dood. Oké, ik heb de commander best wat damage gedaan. Oh, het heet hier nog, man. Waarom gaat hij dan zo dood? Ik ben dood. Oké. Ja, wat gaan we nu doen? We hebben point 8, we moeten samen heel goed tegen de commander gaan vechten. Jongen, hoe gaan we hun verslaan en die commander? In principe hebben we nog 2 full respawns als het slecht. Hey, wacht even, kom door. Oké, Dogen, ga op de ballista aan de rechterkant en ga schieten. Dat kan je wel, point 1 klik. Ja, easy. Ja? En schiet op die commander als het kan. Iemand is aan het, is de ballista aan het verdedigen, man. Even cheese-stack door, Gaat hem zelf ook gebruiken, vriend. Nee. Oké, okay, we hebben een kill. Hij is echt heel actief te verdedigen. Oké, maakt niet uit, we hebben een kill. We kunnen de commando direct aanvallen. Come on, impress me, dog! Bring your fight to them! Je kunt sommige avonden in je blokken. Oké. Commander is heel low. Heb je dat? Yo, ik... zo ver ik dan. Hoezo was dat geen light tech? Ik moet een rest, is dat ook dit? Nee, oké. Okay. Dogen, jij moet niet respannen, ja? Niet respannen. Wat je ook doet, niet aanklikken. Niet doen. Oké. Okay. Dat is fucking gay. Hij werd helemaal gekillstreak. Hoezo ben ik uitgestemd? Ik ben dood. Kom in, defeat, we hebben gewonnen! Nice. G-stack dicht? Holy shit, we hebben dit gewoon gewonnen. Zie je met 6 tickets komt nog wel. Nou ja, 6 tickets is meer dan genoeg. 8 tickets was echt al ruim voldoende. Daarom vind ik het zo bullshit dat je soms gewoon 20 krijgt. Dan is het echt gewoon, ja, dan moet je wel heel retarded spelen. Wil je dat verliezen? Maar zijn wij niet heel retarded? Nee. Oké, ik heb wel genoeg games voor vandaag. Hoe lief je deze game? Niet. You are now in this forever. Zeg je werk en school me af, man. Sorry, ik zit vast in een game. Can't get out.